Goedenavond allemaal. Echt allemaal, want de tribune zit behoorlijk vol. Welkom allen bij deze commissievergadering. Op dinsdag 11 juni. Even een huishoudelijke mededeling voor de burgercommissieleden. Er lag bij de ingang alleen een presentielijst voor de raadsleden, niet voor de burgercommissieleden. Dus als u uw naam of handtekening nog niet hebt gezet, wilt u dat dan even op het formulier erbij melden. Dus voor de burgercommissieleden die vanavond ook aan tafel gaan zitten, of ze hun naam en handtekening even op de presentielijst willen zetten. Hoeft nu niet direct, maar denk er even aan bij het verlaten van de tafel of van de zaal. Dan is de vergadering bij deze geopend. Mededelingen zijn er vanuit de organisatie of de griffie niet. Wel wil ik melden dat het vanavond een bijzondere commissievergadering is, omdat voor de eerste keer een product vanwege het raadsakkoord, namelijk over biodiversiteit, op de agenda staat. Dat zal even zorgen voor een andere tafelschikking vanavond met zowel commissieleden, werkgroepleden en natuurlijk ook burgercommissieleden aan tafel, met het college ook nog eens aan tafel. Dat zal ik straks allemaal proberen in goede banen te leiden. Maar het is de eerste keer dat er een product vanuit het raadsakkoord op de agenda staat, een memorabel moment. Dan hebben we de vaststelling van de agenda. Ik wilde voorstellen om na punt 6 punt 15 te behandelen, daarna punt 13 en dan verder te gaan met punt 7. Het heeft te maken met insprekers bij zowel 15, 13 als 7. Dus na 6, 15, dan 13 en dan vervolgen we weer de agenda met punt 7. Zijn er verder opmerkingen te maken over de agenda? Niet. Dan gaan we door naar het inspreekrecht. Heb ik net toegelicht. Er zijn 3 insprekers bij de betreffende agendapunten. Geen insprekers voor zaken die niet op de agenda staan. Dus dat betekent dat we direct doorgaan met het vragenuurtje. Nou, dat hoeft ook geen uurtje te duren, want ik kijk toch nog even voor de zekerheid naar links. Er zijn geen vragen binnengekomen, maar zijn er nu nog acute vragen die vanwege het dringende karakter vanavond naar de orde moeten komen? Niet. Dan is dat punt ook voldoende besproken en gaan we naar het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Ik zal ze even één voor één langs gaan. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, geef het even aan de hand van de hand omhoog steken en dan geef ik de gelegenheid. A1, brief van de raadswerkgroep duurzaamheid. Komt natuurlijk ook nog aan de orde vanavond, onderwerp. Geen vragen. A2, over de zuidelijke ontsluitingsweg. Ja, mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn heel erg blij om te lezen dat de aanleg van de zuidelijke rondweg in de beginfase zit. En wij willen benadrukken dat de aanleg wat ons betreft niet snel genoeg kan gaan. Zeker ook gezien het huidige sluitverkeer via het klooster. En wij hopen dus ook dat er voortvarendheid hiermee aan de slag wordt gegaan. Dank u wel. Een opmerking van politieke aard zonder dat er een vraag in besloten ligt. Prima, dank u wel. Verder over A2? Niet. A3? Over de convenant met Rendo-netwerken, Entra, Enexis en Impuls. Meneer Slomp, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook een korte opmerking van onze kant. Waardering voor het initiatief. En vanaf deze plek ook nog waardering voor de themaavond, waarin de Rendo ons op een uitstekende manier heeft bijgepraat over hun ideeën. Dus hulde daarvoor. Dank u wel. En aan de andere kant, de heer Heling, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Een vraag. Wordt er in de genoemde samenstelling van gesprekspartners ook gesproken over de verhoging of het anders invullen van de netwerkcapaciteit? Sommige initiatieven staan nu op een standstill omdat de capaciteit niet toereikend is. Heer Huizing, wil ik daarover het woord geven. Ja, voorzitter, om te beginnen de opmerking van de heer Slomp. De laatste opmerking over de informatieavond. Ik zal de dank overbrengen.
Dat heb ik over mezelf ook al gedaan. Want ik heb ook gemerkt dat voor alle aanwezige raadsleden een zeer informatieve avond was. Dan de netcapaciteit. Dat maakt geen specifiek onderdeel uit van het convenant. Het convenant gaat eigenlijk breder over de energietransitie en wat we daarin allemaal samen met elkaar zouden kunnen doen. Nou, zoals u tijdens die informatiebijeenkomst al hebt gemerkt, is Rendo heel actief. Dat geldt overigens ook voor de andere partijen die ondertekenen. Dus daar willen we van alles mee. Wat wij nog wel gaan doen, staat een beetje los hiervan, maar dat is wel een afspraak nog met Enexis. En die is gepland of die wordt binnenkort gepland. Om het inderdaad specifiek te hebben over die netcapaciteit en welke maatwerkoplossingen ze kunnen bieden voor de knelpunten in de gemeente Coevorden. Dat met name het noordelijk deel van de gemeente Coevorden op korte termijn. Dank u wel, voldoende, heer Heiling. Oké. Verder niet over A3. A4 gaat over de uitvoering van de leerplicht. De heer Hoedemaker, D66. Dan moet je ook je microfoon aan gaan zetten, dan gaat het beter. Dank voor de informatie. Kunt u misschien toelichten waarom en hoeveel jeugdigen er zijn vrijgesteld van de leerplicht? En is er misschien een tendens daarin te herkennen? Eerste vraag bijna technisch van aard, maar misschien is de heer Huizing voorbereid. Nou, over het algemeen de leerlingen die zijn vrijgesteld van de leerplicht. Dat zijn de leerlingen die gewoon in het onderwijssysteem niet kunnen aden en die beter op hun plek zijn in een andere vorm, bijvoorbeeld in een dagbesteding. Als u daar diepgaandere informatie over wilt, dan kan ik die uiteraard geven, maar dan lijkt me dat ik die gewoon eventjes schriftelijk moet gaan geven. Dus dan ligt initiatief even bij u of u de vraag wilt indienen en dan krijgt u vanzelfsprekend beantwoording. Toch nog aanvullend, heer Rodemaker. En is daar een trend in te zien? Zijn het er meer, zijn het er minder dan voorheen? Ik zie de trend niet heel erg, maar dus ik durf er niet met zekerheid een antwoord te geven of dat nou echt aan toenemen is of niet. Ik stel u de vraag omdat het Drentebreed wel een trend is, dat er steeds meer mensen op steeds jongere leeftijd vrijgesteld worden van de leerplicht. Want heeft u ook de leeftijd? Het lijkt me, heer Hoedemaker, dat dit allemaal vragen zijn die u perfect schriftelijk kunt stellen. Waarbij u dan ook een exact antwoord krijgt van de portefeuillehouder. Ja? Iets anders, over hetzelfde punt. Over hetzelfde punt? Ja. Ja. Want u staat in dezelfde brief dat het doelpercentage mbo, niveau 1 en mbo 4 niet gehaald wordt. En dan vraag ik me af, is dat erg? Met name mbo 1. Want het is geen startkwalificatie. Heer Huizing. Nee, dat is volgens mij de vraag die we met z'n allen moeten beantwoorden. Is dat erg? Ik denk dat we graag willen dat iedereen, hoe dan ook, met een startkwalificatie van school komt. Om gewoon de kansen in het latere leven om die te vergroten. Dus in die zin is het wel erg als mensen zonder startkwalificatie school verlaten. En volgens mij moet daar vooral de aandacht op gericht zijn. En voor degene bijvoorbeeld niveau 1 wat u al aangeeft. Ik denk dat je in ieder geval met elkaar in beeld moet hebben om welke jongeren dat gaat. Zodat je er ook kunt kijken welke vorm van ondersteuning daarbij nodig is. Om gewoon toch verder te helpen in het leven, laat ik zo zeggen. Dank u wel. Maar het is niet zo dat de mensen die niet op mbo 1 niveau zitten, wel op mbo 2 niveau zitten. Want dan is er helemaal niks aan de hand. Als dat het geval is, dan hebben we inderdaad geen probleem. Voor verdere vragen wil ik u verzoeken om die schriftelijk in te dienen. A4 was dat. Verder nog vraag. Ja, mevrouw Klein-Genuik, CDA. Dankjewel, voorzitter. In het verslag wordt genoemd dat het luxe verzuim is afgenomen doordat er geen prikacties zijn gehouden en er vanuit scholen niet gemeld wordt. Zijn er minder boetes uitgedeeld? Bent u het eens dat het vreemd is om daaruit te constateren dat het luxe verzuim is afgenomen? Of missen wij informatie waaruit deze conclusie te rechtvaardigen is? Heer Huizing. Nee, de conclusie is puur gebaseerd op de cijfers inderdaad, op het aantal
uitgedeelde processen verbaal in verband met luxe verzuim. En dan is het beeld inderdaad dat het gedaald is. Of dat daadwerkelijk zo is, dat is inderdaad een andere vraag. Ja, nog een vraag waarop we genoemd. Het luxe verzuim is wel een probleem voor de scholen. En in het verleden kende de gemeente Koever een zogenaamde snipperdagregelingen. Waardoor de kinderen 2 dagen oorlof luxe verzuim konden krijgen. Tijden zijn veranderd en ook de schooltijden. De huidige wetgeving sluit hier niet op aan. Is dat een overweging waard om er toch opnieuw naar te kijken? De heer Huizing. Ja, primair hebben wij ons natuurlijk te houden aan de wetgeving, net als scholen dat moeten. En ik merk ook dat scholen gewoon verschillend omgaan met allerlei wettelijke mogelijkheden die er zijn. En allerlei manieren waarom zij omgaan, waarop zij omgaan met verzuim. Ik denk dat het sowieso goed is om daar wel enige ruimte voor maatwerk te bieden. Maar de verschillen is het beeld worden wel eens wat groter dan ze geweest zijn. Ik denk dat dat in ieder geval geen goede ontwikkeling is. Dank u wel. Ja, nog een vraag. Nou, de laatste dan. Nou, de laatste vraag voor dit. Aan het eind van schooljaar 2017-18 is een aanvraag gedaan voor uitbreiding van de leerplichtfunctie. In september is de raad hiermee akkoord gegaan. Is er inmiddels een extra leerplichtambtenaar benoemd. Wij hebben beloofd goed op dit proces te letten en zijn er al concrete afspraken gemaakt over de manier waarop de leerplichtambtenaren structureel contact met het basisonderwijs zullen hebben en hoe de verbinding en aansluiting met de jeugdconsulenten wordt gemaakt. Hele mond vol, meneer Huizing. Ja, de laatste vraag, dat gaat alweer heel erg in detail. Ik begin gewoon bij het eerste, dat is het makkelijkste. Ja, inmiddels is het de volledige vacature of het aantal FTE's is volledig ingevuld. En dat betekent dus ook dat de leerplichtambtenaren aan de slag kunnen gaan met het tweede deel van uw vraag. En dat is ook het contact zoeken met de scholen. En voor die afstemming met jeugdconsulenten, dan is het denk ik niet primair aan de leerplichtambtenaar, hoewel ik wel merk dat ook die contacten goed zijn en dat die lijntjes ook heel kort zijn. Maar de afstemming tussen school en jeugdconsulenten, ja, dat moet vooral vanuit die beide komen. Daar hoeft de leerplichtambtenaar niet per se tussen te gaan zitten. Dank u wel. A4 nog steeds, ja. Dank u wel, voorzitter. Ook over dit punt, we hebben ongeveer 2,5 pagina's met cijfers. Er staat in dat dit een factsheet is over het jaarverslag. Ik zou graag het jaarverslag ook nog in willen zien. Zeker ook met de leerplicht, de ambtenaarsfunctie, die wordt uitgebreid. Ben ik wel benieuwd naar de vergelijking daarin, maar ook een aantal punten waarvan ik denk, daar kan nog wel wat verduidelijking. Een vraag om aanvullende informatie, meneer Huizen. Ik denk, dat sluit misschien wel aan bij uw vraag, want de vraag die ik zelf heb gesteld is van, kunnen we nou niet meer de vergelijking of de trend door de jaren heen gaan zien? Zodat we niet alleen voor dit jaar weten, maar dat we ook beter kunnen gaan duiden. Dus ik denk dat misschien uw vraag wel voor een groot deel beantwoordt. En de afspraak die we hebben gemaakt is van, nou, laten we dat dan niet meer doen voor dit jaarverslag, maar laten we dat in het volgende jaarverslag gaan doen. Dus ik weet niet of u zich daar ook in kunt vinden. Daar kan ik me wel in vinden, maar ik zou toch ook wel graag het jaarverslag van dit jaar nog zien. Dat betekent dat u die ontvangt, want ik zie een soort van oké, dus die wordt nog verstrekt, het jaarverslag. Ja, daar gaan we eventjes goed naar kijken, want volgens mij hebben wij juist de afspraak gemaakt dat wij geen uitgebreide jaarverslagen meer doen, maar dat we het houden bij een cijfermatig overzicht. Maar de vraag die u stelt is vooral meer naar de duiding van de cijfers en volgens mij kunnen we daar wel in voorzien om daar wat meer duiding in te gaan geven. Akkoord, meneer Blanke. Mooi, dank u wel. Die staat genoteerd. A4, nog meer vragen? Geen. Dan A5, dat betreft de vergunningverlening evenementen. De heer Slomp, PvdA. Ja, dank u wel. Wij zouden deze stukken graag behandeld zien, maar de bijzonderheid is een beetje dat er ook nog een themaavond aangekondigd wordt.
Idealiter zouden we natuurlijk de stukken behandelen en ook wat kaders meegeven. Er liggen ook nog een aantal keuzes voor in deze stukken. Na de themaavond en voordat het college aan beleidsvorming gaat doen. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn vraag en tevens een soort voorstel. Een voorstel voor behandeling om deze brief zeg maar aan te houden tot de themaavond. En dan met nieuw beleid ook deze mee te nemen in de behandeling in de commissie. Tenminste, zo vat ik hem even samen. Ja? Meneer Bouwers? Ja, in principe hadden wij eigenlijk dezelfde vraag. En ik kan de heer Slomp daarin wel ondersteunen. Ja? Oké. Mevrouw Klein-Genuik, CDA. Ik ga net als de heren, vind ik dat het ook wel bij A, zeg maar bij een A-evenement. Kan het kostendekkend zijn, €36,75, maar bij een B- en C-evenement, dan wordt het toch wel gauw wat duurder. Dus wij zien ook graag dat het onderzocht wordt en met de themaavond duidelijk uitgelegd wordt. Een punt wat eventueel meegenomen kan worden in de bespreking op de themaavond of bij het nieuwe beleid, wat nieuw aangepast beleid wellicht wat gevormd gaat worden. Ja, meneer Mulder, BBC. Ja, we sluiten ons aan bij de vorige sprekers. We zijn als BBC ook blij met de voortgang van de motie van 2017 op de valreep van het evenementenseizoen. En zien uit naar de op 9 september geplande themabijeenkomst voor nog meer duiding en duidelijkheid scheppen voor de organisaties en evenementen. We sluiten ons aan ook bij de opmerking van de heer Slomp, zodat we dat verder kunnen behandelen. Oké, dan heb ik nu genoeg stemmen voor gehoord. Volgens mij, we gaan op 9 september de bespreking hiervan vervolgen. En we houden het stuk aan tot die avond. Ik denk dat de portefeuillehouder zich daarin wel kan vinden, meneer Bouwmeester. Helemaal goed, voorzitter. Er zijn een paar principiële aspecten hierbij verbonden, heeft u kunnen zien. Dus het lijkt me goed om daar in het kader van de informatieavond in de diepte verder over door te spreken. Heel goed, gaan we doen. A6... Ja, je hebt van die mensen, hè? Die schrijven van alles. A7, A6. Mevrouw Klein-Genuik. Ja, daar moeten we wat over zeggen. Dankjewel, voorzitter. Een nette brief met gevolgen voor onze fractie uiteraard. En waar wij op 9 juli graag meer aandacht aan willen besteden. Dank u wel. Ik denk even, die wordt de volgende keer in de commissie besproken. Goed, ik ga door met A7. De brief van de Sociale Alliantie. In zaken de energietransitie. Meneer Stoker, pak. Ja, voorzitter, een korte vraag. Wanneer wij als raad te spreken komen over de energietransitie, en daar gaan we nog over te spreken komen, zou mijn fractie het op prijs stellen als deze brief op dat moment ook weer even meegenomen kan worden in het gesprek daarover. Mevrouw Klein-Genuik, CDA. Dank u wel, voorzitter. Net als de heer Stoker willen wij deze brief ook graag doorgeven aan de werkgroep Duurzaamheid. En wat wij ook wel in gedachten willen houden, dat de duurzaamheidsmaatregelen in het kader van de energietransitie haalbaar, maar ook zeker betaalbaar moeten zijn en blijven. Dank u wel. Nou hoor ik enerzijds, hij moet terugkomen wanneer we het daarover gaan hebben. Anderzijds dat hij naar de werkgroep gaat. Wie verlost mij van dit hevige dilemma? De heer Slomp, PvdA. Dank u wel. Ik voel meer voor de oproep van de heer Stoker. Als er wat te bespreken valt, dan komen we met elkaar ook te bespreken over de verdeling van de lasten. Deze stukken roepen op tot een eerlijke lastenverdeling waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Spreekt ons sowieso erg aan. Ik stel voor dat we het voorstel van de heer Stoker volgen. Mevrouw Visseling, VVD. Ja, ik wil alleen zeggen dat dit onderwerp ook meegenomen wordt in de regio-deal. Dus daar wordt het besproken. Doet niet af dat het ook nog op een ander moment besproken mag worden. Dat is prima. Oké, iemand van de portefeuillehouders nog? Goede suggestie. Ja, volgens mij is dat maar net hoe je me gaat opvatten. Want beide opmerkingen waren volgens mij heel treffend. Je zou hem zo kunnen opvatten dat het gaat over wat kan een individueel huishouden doen en wat zou je als gemeente kunnen, moeten, willen doen
om diegene met de wat smallere beurs te helpen om de stappen te zetten in de energietransitie. Dan zou die ook prima thuis kunnen bij de raadswerkgroep duurzaamheid. Ik vind hem ook wel heel praktisch om in de bredere discussie te gaan betrekken. Dus wat mij betreft zijn de beide opties prima en kunnen we er goed mee aan de slag. We hebben er allemaal kennis van genomen en we zullen, zullen deze brief even apart houden om waar nodig weer ter tafel te brengen. Zullen we het zo afspreken? Goed zo. Dan A8, de Drentse onderwijsmonitor, de heer Stoker. Pak. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben de schriftje er ook al gewezen, maar bij de feitenbladen van het Drentse onderwijsmonitor zien we wel dat de cijfers van Coevorden zijn gepubliceerd, maar dat de tekst exact hetzelfde is als de tekst die in de monitor voor de gemeente Borgeroord-Doorn staat. Nou, ik denk dat dat in ieder geval onjuist is. Er is gewoon geknipt en geplakt. Er zijn overigens nog wel een aantal zinnen daarin vergeten. Maar mijn vraag is wel dat op het moment dat hij alsnog wordt aangeleverd, en ik ga ervan uit dat hij aangeleverd gaat worden door de Drentse onderwijsmonitor, dat wij dan in ieder geval het juiste exemplaar opnieuw toegezonden gaan krijgen. Het zou wel erg uniek zijn als het een kopie zou zijn, de situatie hier in Coevorden ten opzichte van Borgeroord-Doorn. Maar de portefeuillehouder kan ons daar ongetwijfeld... Ja, wij doen zoveel samen in BOZE-verband, voorzitter, dus daar zal die in zitten. Nee, ik zal navragen hoe dit precies zit en ervoor zorgen dat u eventueel een gewijzigde versie krijgt. Of dat de gemeente Borgeroord-Doorn een gewijzigde versie krijgt, dat kan natuurlijk ook. En dan lijkt mij dat het goed is dat hij weer opnieuw op de lijst van ingekomen stukken komt te staan, zodat we hem eventueel weer kunnen agenderen mocht daar de behoefte aan zijn. Ja, meneer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ja, goed, om maar even een voorbeeld te geven. Dit vind ik wel een mooi feitenblad waar ik wel wat mee zou kunnen. Als de situatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op Coevorden. Ja. Maar goed. Ik zie de verschillen, meneer Blanken, ja. Heel goed. Niet alleen tussen Coevorden en Borgeroord-Doorn, maar ook inhoudelijk. Goed, verder nog over A8. Niet. A9, jaarrekening Bosbad Zwinderen. Ja, Slomp, de heer Slomp, PvdA. Ja, dank u wel. Nou, kijk, inhoudelijk gaan we natuurlijk niet op die stukken in, maar het verdient wel waardering dat al die vrijwilligersorganisaties, staat een heel rijtje onder, hè, het Bosbad Zwinderen, maar daaronder ook Dorpsbelang, Dalen, Vluchtelingenwerk, Zorgbelang, dat die allemaal transparantie en verantwoording afleggen, wordt door ons zeer gewaardeerd. Er is eerder in uw raad een voorzet gedaan om dat ook actief te laten voorzien van een bedankje vanuit de gemeenteraad. Ik gooi hem er toch nog maar eens even in. Het zijn allemaal partners waarmee we zaken doen, die zaken met ons doen, van elkaar afhankelijk zijn, maar ook zelf heel veel inzet tonen. Is dat toch nog weer een optie om dat bijvoorbeeld in de agendacommissie te bespreken? Lijkt mij een goed voorstel, voorzitter. Goed. Ja, kan dat de instemming dragen? Gaan we dat bespreken in de agendacommissie. Prima. We gaan door naar A10, tenminste als dat kan. Dorpsbelangen Dalen, ook een jaarrekening 2018. Het is weer de periode van de jaarrekeningen. Want daarna komt er een van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Geen vragen en opmerkingen. Een van Zorgbelang Drenthe. Ook niets. Dan krijgen we een motie van de gemeente Hoekse Waad in zaken windturbines. Ja, mevrouw Driehuis, pak. Ja, ik heb even overwogen om hier iets mee te gaan doen. U kent mijn betrokkenheid bij het onderwerp windmolens. Ik weet ook uit persoonlijke ervaring dat de norm die waar hierover gesproken wordt in deze motie inderdaad niet voldoet. Als je kijkt naar is dat gezond of hoe zit dat overlastgewijs. Ik heb overwogen om iets met deze motie te doen, maar ik verwacht niet dat die volledige steun krijgt. Maar ik wil u toch als college vragen om wanneer dit waar dan ook te sprake komt, zich er hard voor te maken dat er inderdaad eens goed naar die normen gekeken wordt. Want het is eigenlijk vanuit onze zorgplicht naar onze burgers toe geen aanvaardbare norm. De heer Huizing, wethouder Huizing. Nou, de motie sluit volgens mij aardig aan bij het besluit dat we met de vier Drentse windmolengemeenten en de GGD onlangs ook hebben genomen. Om juist op Nederlandse schaal te gaan kijken wat nou exact die gevolgen zijn van laagfrequent geluid op gezondheid. Om daar gewoon meer helderheid over te krijgen.
En nou ja, daaruit voortvloeiend zal ook een eventuele norm, of die nou wel of niet goed is, zal daarbij te sprake komen. Dus dat, we zullen dat zeker gaan oppakken. Ja, een aanvullende vraag of opmerking? Ik ben ook heel blij dat dat gaat gebeuren. Ik ben alleen wel heel bang dat dat voor alle inwoners van die gemeentes waar dat gaat voorkomen, wat mosterd naar de maaltijd is, omdat juist bij deze plannen die molens inderdaad op 500 meter en iets meer worden geplaatst. Dus dan heeft zo'n nieuwe norm niet zo heel veel zin meer. Maar goed, ik ben blij dat er in ieder geval aandacht voor is. Dank u wel. En ook voor de reactie van de wethouder. Verder nog vragen over A13. En dan krijgen we A14. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat betreft de tariefdifferentiatie, op zich een heel mooi onderzoek wat er gedaan is. En heel fijn dat we ook al meteen een themabijeenkomst hebben gehad waarin het heel helder werd uitgelegd. Voor ons als VVD-fractie is dit een heel belangrijk onderwerp waar wij zowel bij de kadernota, maar ook bij de begroting over gesproken hebben. We vinden het heel bijzonder dat wij in onze gemeente zulke hoge OZB-tarieven hebben voor woningeigenaren. Het onderzoek levert 3 scenario's op. En wij lopen voor geen van deze scenario's echt warm en hebben ook niet de indruk dat dit een slikken of stikken document is. En wij zouden dan ook als fractie andere opties bekijken en vragen hiervoor ook de nodige tijd. En het lijkt ons goed om dit stuk in het seniorenconvent dan wel in de agendacommissie te bespreken hoe dit stuk dan verder gevolg kan krijgen. Dank u wel. Dank u wel. Ik weet niet of er meer reacties zijn. Dan kunnen we eerst even een rondje reacties doen wellicht. Er staat ook een cryptische zin in de laatste alinea. Afhankelijk van de opinie die rond dit rapport in de komende periode wordt gevormd. Dat is ook het bijzondere natuurlijk, meneer Slomp, PvdA. Ja, dank u wel. Wij zien hem toch iets anders als de VVD. We willen hem graag geagendeerd in de commissievergadering, zodat we er met elkaar over in discussie kunnen. Elkaar de politieke nieren ook eens kunnen proeven over dit onderwerp. En al nagelang hoe deze discussie dan loopt, kan ik mij voorstellen dat wij richting kaderbrief wel met een initiatief willen komen. Dank u wel. Heer Holtwies, BBC. Nou, van onze kant uit naar het bestuderen van de documenten en de toelichting tijdens de afgelopen week gehouden informatiebijeenkomst is het onze fractie in ieder geval nogmaals duidelijk geworden dat de overstap in 2019 naar de tariefdifferentiatie een juiste stap is geweest om de WOZ-aanslag in ieder geval zo rechtvaardig mogelijk te verdelen over de woningen en de niet-woningen. Onze fractie deelt de aanbeveling van het college om de differentiatie tussen de woningen en de niet-woningen te verhogen. Dit is ook mede ingegeven door het feit dat in verhouding tot vele buurgemeenten de aanslag van niet-woningen als erg laag kan worden aangemerkt. Wij als fractie zien scenario 2, waarover in het onderzoek wordt gesproken, een prima uitgangspunt voor 2020, maar zien dat wel heel graag nader uitgewerkt. Voor onze fractie BBC staat wel vast dat wij er net als in voorgaande jaren voor zullen pleiten om het totale aanslag voor woningen, dus inclusief afvalstofheffing en rioolrecht, in 2020 op een gelijkwaardig niveau willen houden, zeker niet hoger. De conclusie voor ons nu, als je van de conclusie zou mogen spreken, is dat onze fractie dat de wilde huizenbezitters in de gemeente Coevorden in 2020 in ieder geval niet zwaarder belasten. Zien scenario 2 dus graag uitgewerkt in relatie tot de waardestijging van 2018 die reeds bekend is. En zullen aan de hand hiervan ons definitieve oordeel vellen. Dus we zien wel graag terug. Laat dat dan de uiteindelijke conclusie ook zijn. En terug in de commissie? In de commissie. Wilt u eerst vragen stellen om zaken nader uit te werken? Want dat proef ik ook bij één of meer voorgangers. A, nader uitwerken. B, commissie. Oké. En ja, dan moet ik natuurlijk ook gewoon even het rondje afmaken als ik helemaal begonnen ben. CDA, heer Heiling? Ja, wij zouden hem ook graag geagendeerd zien in de commissie. En ik wil tevens nog even aandacht vragen van het stuk van de LTO die vandaag is rondgemaild. In ieder geval bij mij staat in de mailbox. Zeer lezenswaardig. Dank u wel. Een voorstel voor agendering, hoor ik. Heer Bouwers? Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zien dit ook graag in de commissie behandeld. En wat de heer Heiling ook zegt, het stuk van de LTO geeft ook nog weer een ander zicht erop. Dus graag in de commissie terug. Dank u wel. Nog aanvullingen?
Pak, de commissie graag, D66-commissie graag. Nou, dan lijkt me het goed om hem te agenderen voor de commissie. Dat is de eerstvolgende commissie, in principe. Maar dat betekent, denk ik ook, dat als u zaken uitgewerkt nog wil zien, dat dat dan wel wordt gevraagd, zodat we dan zo breed mogelijk en zo goed mogelijk daarover kunnen discussiëren. Dus mochten er vragen leven, dan wilde ik u wel vragen om dat in te dienen. Ja, meneer Slob? Ja, volgens mij kunnen we prima commissiebehandeling doen. Als ik een beetje tussen de regels doorlees, dan zie ik al aardig draagvlak voor sommige scenario's, voorzitter. Ja, maar goed, ik wil graag ook dan een zorgvuldige bespreking. En ik hoorde hier en daar al een vraag van nader uitwerken, andere opties. Nou, willen we de discussie goed voeren, dan is dat denk ik goed om het beeld compleet te hebben. Nou, lukt dat dan niet, dan moet het uitgesteld. Maar goed, hij zal in ieder geval geagendeerd worden. Ik weet niet of we daar als agendacommissie ook nog een voorstel voor willen zien. Ik denk dat dit wel voldoende toegelicht is, dus we gaan hem agenderen. Dat zeg ik u toe. Dank u wel. Dat waren de A ingekomen stukken. Dan hebben we er nog twee onder B staan. Zijn daar nog opmerkingen over? Ja, Stoker. Meneer Stoker, pak. Welke wilt u? Brief 2, alsjeblieft, voorzitter. Brief 2, B2? Ja. Het gaat over de brief Orange the World. Die richt zich tegen het geweld tegen vrouwen. Ik moet u zeggen dat ik ben geschrokken van datgene wat ik heb gelezen. Want ik heb er nooit gerealiseerd dat in Nederland maar liefst 45% van de vrouwen met geweld op enige wijze te maken heeft. Hij staat ter afdoening in handen van het college. Ik weet dat wij, ze vragen om een hele simpele actie, namelijk een markant gebouw in de kleur oranje uit te lichten gedurende een bepaalde periode. Ik heb gezien hoe paars het kasteel kon kleuren bij de samenloop voor hoop. Dus ik denk als we de lampen verwisselen, dan is die heel makkelijk oranje te krijgen. Ik verzoek het college ook om gewoon actie te ondernemen in deze periode en gevolg te geven aan de oproep die de briefstellers Orange the World aan ons hebben doen toekomen. Dank u wel. Als deze tijd van voetbalgeweld ook maar zoals zodanig herkend wordt, dat het hiervoor is. Maar wellicht dat iemand van het college daar nog op wil reageren of dit gewoon meeneemt in de overwegingen. Ik hoor nu een van de leden van de raad. Ik denk dat het voor het college wel belangrijk is om even te weten van nou, ik betwijfel niet of het misschien wel heel simpel zou kunnen zijn om iets te doen. Maar ik zou wel plezierig vinden om, als het college iets zou willen gaan doen, om te weten of dat op ondersteuning van de meerderheid van de fracties kan rekenen. Dat gaan we nu horen, volgens mij. Meneer Slomp. Ik ondersteun de oproep van de heer Stoker graag. Ik leg dan ook maar eens de relatie met de stukken Veilig Thuis Drenthe vanavond ook op onze agenda, waar je vrij droevig van wordt. Dus ik ondersteun de heer Stoker graag. De heer Mulder, BBC. Ook wij ondersteunen de oproep van de heer Stoker. Oké, andere fracties worden nu uitgedaagd. De heer Reiling. Ja, we hadden het inderdaad binnen onze fractie ook al gehad. Dus als er op een eenvoudige manier kan, dan ondersteunen we het graag. Ja. Misschien hoeft het zelfs niet eens met het lamp verwisselen, maar puur het een plaatje ervoor. Het plaatje wat ervoor zit, ja. De heer Hoedemaker, D66. Ja, D66 gaat er van harte in mee. Zelf dachten we aan de watertoren, maar het kasteel is misschien een nog wel veel markanter punt. Laten we geen discussie over de gebouwen gaan voeren. Dit verband niet voor een vallensymbool. Ja, het wordt. Die heb ik niet gehoord, meneer Bouwmeester. En volgens mij is dat maar goed ook. Order, order. Mevrouw Vissering. Ja, geen enkel bezwaar. Prima. Misschien juist daarom wel nodig, meneer Bouwmeester. Meneer Bouwers nog? Ook geen bezwaar. Geen bezwaar. U bent, u weet welke kant of u op moet? Zeker en van harte. Dank. Verder nog over de B-stukken? Niet? Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. En zoals genoemd, het oorspronkelijke agendapunt 7, biodiversiteit, geef ik natuurlijk wel even de gelegenheid aan het publiek om, als ze dat willen, te vertrekken. U mag blijven, van harte welkom, maar dan schors ik even voor
voor 5 minuten. Als aangegeven agendapunt 13. Ik zoek deze er even weer bij. Agenda punt 13 met een raadsvoorstel. Het onderwerp van het agendapunt is verklaring van geen bedenking en realisatie zonnepark op de agrarische gronden aan dwarspad te Koevoorden, kadastraal bekend Koevoorden, sectie L, perceelnummers 1385, 86, 91, 92 en 93. Met een voorgesteld besluit. 1. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2. 27 van de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht af te geven ten behoeve van de realisatie van een zonnepark aan het dwarspad te Koevoorden kadastraal bekend, zoals net gemeld. En 2. In te stemmen met de bij dit besluit behorende zienswijzennota. Een hoop stukken zijn bijgevoegd. Volgens mij ook nog afgelopen vrijdag een aantal stukken nagezonden. Daar moeten we natuurlijk geen gewoonte van maken, want zaken horen tijdig te zijn gepubliceerd. Maar goed, ik hoop dat u er allemaal kennis van hebt kunnen nemen. En hier is in ieder geval ook sprake van een inspreker. En dat is mevrouw Wilpshaar, Esther Wilpshaar. Die wil ik nu uitnodigen om naar voren te komen. U bent bekend met de procedure. Ja, ben ik. Dan mag u nog een keer indrukken en dan. Ja, nu doet hij het. Ga door gaan. Okay. Goed, geachte voorzitter, geachte college, geachte raadsleden. Bedankt dat u tijd maakt om te luisteren naar de inwoners van Sterwijk-Smoor. Mijn naam is Esther Wilpshaar en ik spreek namens plaatselijk Belang Sterwijk-Smoor, de werkgroep Zonnepark in Sterwijk-Smoor en namens vrijwel alle inwoners van ons dorp. Vanavond staat het onderwerp Zonnepark Dwarspad ter bespreking op de agenda. Dit zonnepark van ongeveer 29 hectare aan het dwarspad komt in het leefgebied van ons dorp. Op 18 december 2018 heeft de gemeenteraad hiervoor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeenteraad had geen bedenkingen, ons dorp des te meer. Er werden 79 zienswijzen ingediend en er werd een petitie gestart. Voor duurzame energie, maar tegen nog eens 29 hectare aan zonneparken in het leefgebied van Sterwijk-Smoor. Deze petitie is door 550 mensen ondertekend. Op 30 januari 2019 is deze petitie aangeboden aan wethouder Jeroen Huizing. Na 15 weken stilte kregen de inwoners en plaatselijk belang antwoord van de gemeente op hun zienswijzen. Als het aan het college van BMW ligt, gaat het zonnepark gewoon door. En daarom staan we wederom hier. Vanavond is het moment om u te vragen. Luister naar de inwoners van uw gemeente door geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor zonnepark Dwarspad. Sterwijk-Smoor wil graag haar bijdrage leveren aan de energietransitie. Dit heeft ze laten zien door zonder protest akkoord te gaan met 29 hectare aan zonneparken rondom ons dorp. Welk dorp binnen de gemeente Koevoorde kan dat zeggen? We hebben een meewerkende houding laten zien. In plaats van dat de gemeente dit waardeert, wordt er vervolgens nog een park bij aangeplakt van 29 hectare. In totaal dus 58 hectare. Om u even een beeld te geven, dit is de grootte van 116 voetbalvelden. De gemeente moet haar energietransitiedoelen halen middels 100 hectare aan zonneparken en dendert over haar inwoners van Sterwijk-Smoor heen. Grote stappen, snel thuis lijkt hierin het motto. 60% van de taakstelling wordt in Sterwijk-Smoor gerealiseerd. Op langere termijn ondermijnt het college hiermee het draagvlak voor de energietransitie. Welk dorp zal nog instemmen met een zonnepark met als voorbeeld Sterwijk-Smoor? Je stemt in met 29 hectare en vervolgens wordt de rest ook bij jou over de schutting gegooid. Door de lasten eerlijker binnen de gemeente Koevoorde te verdelen, zou de gemeente het draagvlak vergroten. Draagvlak dat hard nodig is voor de toekomst. Wij vragen vanavond, denk niet op korte termijn, maar op lange termijn. Wat vindt u prioriteit hebben? Snel de doelen halen of draagvlak blijven behouden, wat zeer noodzakelijk is om de klimaatdoelen in de toekomst te halen. Ondanks al onze inspanningen heeft het college niet naar Sterwijk-Smoor geluisterd. Gemeente Koevoorde zegt te verbinden, maar niet met Sterwijk-Smoor. Koevoorde verbindt. Onder deze noemer is het college van burgemeester en wethouders deze bestuursperiode gestart. Kernbegrippen die hierbij worden genoemd zijn brede betrokkenheid, het verbinden van mensen en organisaties om samen tot gedragen resultaten te komen en initiatieven die in samenspraak tot stand komen.
De gemeente Coevorden heeft Stewix Moer vanaf het begin niet betrokken bij de plannen voor zonneparken. Kennelijk was het niet belangrijk genoeg voor de gemeente om plaatselijk belang en de inwoners te betrekken bij de plannen voor een project van deze omvang. Voorjaar 2018 werd Stewix Moer volkomen verrast door de beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden, waarin een immens gebied van 270 hectare, dus ongeveer 540 voetbalvelden, rondom Stewix Moer werd aangemerkt als zoekgebied voor zonneparken. Uit de krant vernamen we dat deze beleidsregel ter inzage was gelegd. Er zijn voorafgaande geen informatieavonden geweest voor de inwoners en geen gesprekken met plaatselijk belang om deze plannen te bespreken. Op het moment dat we doorkregen wat de plannen waren en hoe groot dit gebied was, hebben we wethouder Huizing uitgenodigd om opheldering te geven tijdens een informatieavond voor de inwoners. Ook twee andere gesprekken hebben op initiatief van plaatselijk belang plaatsgevonden. Coevorden verbindt. In de kernbegrippen betrokkenheid, verbinden en gedragen resultaten die in samenspraak tot stand komen, herkent Stewix Moer zich niet. Wij voelen ons niet serieus genomen en zijn uitermate teleurgesteld in hoe het college van BMW heeft geacteerd in dit traject. Het staat ver af van waar u voor zegt te staan. Reële zorgen die wij hebben geuit in onze zienswijze worden stuk voor stuk ongegrond verklaard. Hoe kan dit? Bijvoorbeeld onze constatering dat de gemeente zich niet houdt aan de zonneladder. Opties 1 en 2 van de zonneladder worden onvoldoende benut. Gemeente Coevorden dient eerst zonnepanelen op daken en zonnepanelen op maaivelden binnen de gemeente Coevorden, zoals braakliggende terreinen, industriegronden en taluuts te benutten. De gemeentelijke reactie op dit punt dat het oude gemeentehuis, Fort Verlaat en de daken van een aantal scholen in de gemeente van zonnepanelen zijn voorzien, is ronduit teleurstellend. Hoeveel procent is dit van wat maximaal mogelijk is binnen de opties 1 en 2? 0,01% of zelfs nog minder? Vindt de gemeente werkelijk dat ze hiermee voldoende inspanning heeft geleverd en meteen over kan gaan tot optie 3? Hoe kan het dat zo'n 20 kilometer verderop aan de N34 het de gemeente Hardenberg wel is gelukt om eigenaren van grote panden op het industrieterrein zo ver te krijgen dat ze zonnepanelen hebben geplaatst op de daken? Ons bezwaar dat de zonnelader niet voldoende is uitgewerkt, waardoor het college afgedaan als ongegrond, gebaseerd op een erg zwakke argumentatie. Wie controleert het college? Volgens ons bent u dat, beste raadsleden. Hebt u het antwoord op onze zienswijze gelezen en kunt u vanavond volmondig zeggen dat u achter de antwoorden van het college aan Stewix Moer staat? Wij vragen ons hardop af hoe groot de daadwerkelijke energiebehoefte binnen de gemeente Coevorden is. We hebben binnen onze gemeente een groot windmolenpark, een enorme biovergister en als dit plan doorgaat krijgen we een van de grootste, zo niet het grootste zonnepark van Nederland. Wordt dit allemaal benut voor de eigen inwoners? Of voorziet gemeente Coevorden andere gemeentes in Nederland voor energie ten koste van het woongenot van haar eigen inwoners? Verder hebben we in de concept zienswijze nota geconstateerd dat de stukken nog niet compleet zijn. Wellicht heeft u zelf in de gemeentelijke reactie op punten 1.6 en 1.7 gelezen dat de gemeente bij de netwerkbeheerder heeft aangekaart te voorzien in voldoende netwerkcapaciteit voor dit zonnepark. Slechts het aankaarten kan toch nog niet als een garantie worden beschouwd dat het daadwerkelijk lukt? Over een bevestiging door de netwerkbeheerder wordt namelijk niet gesproken. Bij 1.7 wordt aangegeven dat Enexis heeft aangegeven binnenkort een offerte uit te brengen om aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De gemeente concludeert hieruit dat er voldoende capaciteit op het netwerk aanwezig is om de opgewekte stroom van het zonnepark te verwerken. Een volbarige conclusie in onze ogen. Ook hebben wij grote zorgen over wat er gebeurt met de zonnepanelen na 10 of 20 jaar. Blijft dit voor altijd het beeld van het landschap rondom Stewix Moer bepalen? Wie garandeert ons zwart op wit dat de panelen uiteindelijk weer worden verwijderd? Ook hierin geeft de gemeente ons, maar ook u als vertegenwoordiger, geen duidelijkheid. Maar het allerbelangrijkste punt is dat er geen betrokkenheid en geen maatschappelijk draagvlak is voor dit enorme park. En dat is een voorwaarde om te kunnen starten met optie 3 van de zonneladder. En ondanks de grote weerstand is er nooit onderhandeld over een compromis om ons tegemoet te komen. Beste raadsleden, zoals we hiervoor hebben aangegeven, heeft het college ondanks onze meewerkende houding tot op heden niet naar ons geluisterd. Wij vragen u vanavond om wel naar ons te luisteren en de bijdrage van Stewix Moer in de energietransitie te waarderen door geen verklaring van geen bedenking af te geven voor Zonnepark Dwarspad. Dank voor uw aandacht. Dank u wel.
U mag aan tafel plaatsnemen en daarbij neemt ook Mariette Meijering plaats, ook van de werkgroep. Van de werkgroep. Dat is overlegd. Beide dames kunnen nu aan tafel zitten om ten aanzien van de vragenronde zelf ook vragen te stellen, maar ook bevraagd te worden. Wie mag ik het woord geven voor een vraag? Meneer Hoedemaker, D66. Ja, mevrouw Wilsma, dank voor uw verhaal. Maar uit uw verhaal werd mij niet duidelijk waar Steenwijksmoer of waar u nu bang voor bent. Ik wil het publiek vragen om zoveel mogelijk de vergadering wel te volgen, maar dat zonder al te veel geluid te doen. Hier wordt een vraag gesteld en elke vraag verdient een antwoord, mevrouw Wilpsa. Of mevrouw Meijer. Ja, ik wil u ook antwoorden, zaak mij. Ja, nu wel. U kunt niet ontkennen als jij zonnepanelen van 2,70 meter hoog, 116 voetbalvelden groot, dat onze landschappelijke omgeving verandert in een industriegebied. Dus dat is wat er verandert voor Steenwijksmoer. En het is een gebied waar wij wandelen, waar wij dwarspop organiseren, waar wij fietsen. Het is onze aanrijroute naar ons dorp. Dus dat is wat er verandert. Dank u wel. Andere vragen? Ja, meneer Hoedemaker. Was het niet zo dat dit gebied toch al door de gemeente was aangewezen geweest als industriegebied? Ja, maar zover ik weet is dat door de provincie teruggefloten. Dus het was niet meer aan de orde dat het een industriegebied zou worden. Dat was al van de baan. Dus het was gewoon land, landbouwgronden, waar koeien op grazen, waar biodiversiteit is, waar wij recreëren. Dus geen industrie. Dank u wel. Kan de wethouder dat beamen? De heer Roedemaker stelt nu een vraag aan de heer Huizing. Ja, voorzitter, daar waren de jaartallen, die kan ik u eventjes niet duiden, maar er was inderdaad het plan om daar een industriegebied te beginnen. Dat was al in een behoorlijk vergevorderd stadium en op dat moment kwam vanuit het Rijk de opmerking dat zogenaamde corridorvorming, oftewel het aan de andere kant van een snelweg doorbouwen, dat dat niet meer toegestaan was. En toen heeft inderdaad met die uitspraak van minister Pronk, als ik het goed heb, heeft vervolgens de provincie aangegeven van, nou ja, gemeente, dit is wat er vanuit het Rijk wordt verordeneerd, dus het gaat niet door. Dus dat is volgens mij een iets uitgebreidere beantwoording, maar komt op hetzelfde neer. Dank u wel. Meneer Stoker, pak ook een vraag. Ja, mevrouw Wilps, daar ook dank voor het inspreken. U riep natuurlijk ook een hele terechte vraag op en die ga ik dan ook aan de wethouder stellen. Zijn er garanties dat de energieopbrengst van het voorgenomen zonnepark ook daadwerkelijk afgegeven kan worden op het net, op het moment dat het gerealiseerd is? De heer Huizing. Wat wij van de initiatiefnemer hebben begrepen is dat hij een offerte heeft aangevraagd bij de netbeheerder en dat hij daarvan de opmerking heeft gekregen dat er capaciteit is en dat hij de offerte zou krijgen. Ik heb de laatste stand van zaken niet, maar dan zou hij er ook zo ongeveer moeten zijn. En als u ook kijkt naar de plaatjes over beschikbare netcapaciteit, dan is die in dit deel van de gemeente was nog capaciteit beschikbaar. Dank u wel. Verder nog vragen? Ja, de heer Bonkers, VVD. Ik heb een vraag aan mevrouw Wilpsa. Hebben jullie als plaatselijk belang ook contact gehad met de initiatiefnemer en voor overleg ook mee gehad? Mevrouw Wilpsa. Nee, daar hebben wij geen overleg mee gehad. De buurvrouw. Ja, er is één gesprek geweest. Dat was een oriënterend gesprek. Maar achteraf heeft meneer Prinsen dat gezien als een onderhandeling, wat pertinent onjuist is. Het was voor ons een oriënterend gesprek en zo zijn we het gesprek ook ingegaan. En in de beantwoording van de zienswijze staat ook dat Prinsen zegt dat hij naar onze wensen heeft geluisterd. Maar er waren nog geen wensen van onze kant. Maar we hadden ons dorp nog niet eens gevraagd wat hun wensen waren. Dus hoe kunnen we die dan Prinsen voorleggen? Dus nee, er is wel een gesprek met Prinsen geweest, maar geen onderhandelingsgesprek. En er kon later geen nieuw gesprek meer geïnitieerd worden?
Dat is er niet geweest. Nee, dat is geen vervolggesprek geweest. Nee, is geen vervolggesprek geweest. Nee. Wilt u ook de microfoon weer uitdoen? Ja. Ja, dank u wel. Meneer Ten Berge, BBC. Ja, als daar achteraan zit in dezelfde trend. Zou u wel weer in gesprek willen met de initiatiefnemer? Wij zouden wel in gesprek willen met de initiatiefnemer, maar niet wat voor soort bijenmengsel er nu onder die zonnepanelen moet komen. We willen het over de grootte van het park hebben. Daar is waar Stemmingsmoer tegenaan loopt. De eerste 29 hectare hadden we geen probleem mee en vervolgens krijgen we nog eens 29 hectare erbij. Dat is wat wij niet willen. Dus er is wel een compromis mogelijk, waarschijnlijk, maar niet over zo'n groot park. Dank u wel. Meneer Ten Berge, nog aanvullend? Als het alleen over die grootte gaat, maar welke maatschappelijke voordelen zou u voor het dorp en de inwoners dan willen vragen? Ja, maar dan ga je eigenlijk al inhoudelijk in op een gesprek die we eigenlijk met Prinsen zouden moeten hebben. Dus er kunnen natuurlijk wat voordelen zijn, hebben we het al in tegemoetkoming in de energie. Maar in eerste instantie gaat het ons om de grootte van het park. Daar moet een compromis in komen. En tot hoeverre moet dat compromis gaan? Gaat het om 3,5 hectare eraf? Of om... Nee, zeker niet. Dan moet u met een beter bod komen. Ja. Dat gaan we hier nu natuurlijk vanavond niet doen. Nee, nee. En ik kan me voorstellen dat sommige kaarten ook voor de borst worden gehouden. Nee, daar laat ik me ook niet toe verleiden. Nee, oké. Dank u wel. Ja, nog aanvullend, meneer Ten Berge? Nou. Vooruit. Als aanvulling hierop naar de wethouder wil ik toch vragen van, denkt u dat de initiatiefnemer bereid is tot enkele kleine concessies? De heer Huizing. Nou ja, volgens mij toch even nuance over de gesprekken die hebben plaatsgevonden en of ze nou oriënterend of onderhandelend waren vind ik helemaal niet zo belangrijk. Wat wel de conclusie is, is dat daarna vanuit plaatselijk belang na raadpleging van inwoners is aangegeven, wij zijn tegen... elk nieuw initiatief die meer zonnepark oplevert. Volgens mij zeg je daarmee per definitie al van ja, een gesprek heeft geen enkele zin meer. Want uitbreiding is wat ons betreft niet aan de orde. En ik heb nog even nagekeken, maar ja, het staat er echt zo ook zwart op wit. Dus dan, als die ruimte er nog wel is, ik denk niet dat hij nu bij de initiatiefnemer nog gaat vinden. Dank u wel. Meneer Mulder, ja, PvdA. Ja. Dank u mevrouw Wulpshaar voor het inspreken net. Maar ik heb nog even een aanleidende vraag naar aanleiding van het gesprek net. U noemde net, u heeft overleg gehad met de heer Prinsen. Maar is toen ook de omvang van het park, is dat ook aan de orde geweest? Is de omvang van het park bij het gesprek? Jazeker, dat was bekend. En heeft u daar ook op gereageerd? Of heeft u daar ook direct aangegeven van dit is ons onbespreekbaar? Dit is te groot, ja zeker. Dat was ook van begin af aan duidelijk hoe wij hierin stonden. Wij hebben in de commissievergadering verleden jaar ook al aangegeven, heel duidelijk aangegeven waar onze grens lag. Maar daarna is er geen enkel gesprek meer geweest over de grootte, wel over de invulling, wat wij een oriënterend gesprek vonden, maar niet meer over de grootte. En we hebben duidelijk bij elk gesprek die er is geweest op initiatief van plaatselijk belang aangegeven dat we het park te groot vonden. Die 29 hectare niet, hè? Daar heeft Stemmingsmoer geen enkele zienswijze op ingediend. Dus ik stoort mij ook een beetje alsof wij de deur dichtgooien. Want wij hebben laten zien dat we een meewerkende houding hebben. Dus ik begrijp niet dat wij het verwijt naar ons toe komt dat wij de deur hebben dichtgegooid. Pertinent niet waar. Dank u wel. Ja, meneer Ten Berge. Maar ik hoor net niet een erg meerwerkende houding richting de initiatiefnemer van u op mijn vraag die ik net stelde. Maar de initiatiefnemer heeft ons ook geen enkel compromis voorgelegd. Ik lees hier in de stukken dat er gesproken is met de initiatiefnemer. Daar zijn 4 voorstellen gedaan waar Steenwijk-Smoer mee akkoord ging. Dat staat in wat wij gelezen hebben en ja. Wat u ook kunt lezen. Maar... ja, dan denk ik van, hoe kan het nou zo escaleren, als je daar al mee bezig bent en ook qua invulling, en dat het dan zo ineens die meewerkende houding helemaal omslaat, want daar komt het volgens mij wel op neer nu. Het was een oriënterend gesprek, we hebben niet onderhandeld.
Het was een oriënterend gesprek. En waar wij tegenaan lopen, nogmaals, is de grootte van het park. En daar over de grootte van het park heeft Prinsel ons nooit een compromisvoorstel gedaan. Hij is een stukje van de dreef afgegaan, maar dat was in zijn eigen voordeel. Dat heeft hij niet ten gunste van Stemming Smoel gedaan. Daar loopt een gasleiding en de provincie wil dan misschien nog eens een keer een andere afslag. Dus dat is niet ten gunste van ons gedaan, ten gunste van meneer Prinsen zelf. Duidelijk antwoord, denk ik. Verder vragen. Hebt u misschien zelf nog vragen? Dat kan natuurlijk ook. Aan de wethouder of aan de raadsleden? Nee? Oké, prima. Dan gaan we nu over naar de eerste bespreekronde. De commissieleden, ja, nu dan even zonder insprekers. En ook zonder college trouwens. De commissieleden mogen nu een visie geven op dit voorstel. Dus wie kan ik het woord geven? Ik geef het dus in bespreking. Ja, meneer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Het college vraagt de raad een verklaring van geen bedenking af te geven om een tweede zonnepark in dit gebied mogelijk te maken. De aanleg van zonneparken in dit gebied roept begrijpelijke emoties op. Bezwaarmakers vinden dat Stemming Smoel al voldoende bijdrage levert aan de energietransitie. Daarnaast is men van mening dat de aanleg de landschappelijke waarde aantast en wijst erop dat waardevolle landbouwgrond ten koste van zonne-energie wordt opgegeven. Het is waar dat in de omgeving van Stemming Smoel een aantal zonneparken worden gerealiseerd. 21 hectare was al vergund in dit gebied, 8 hectare is vergund aan Nieuwe Dijk Krimweg en nu ligt er een voorstel voor nog eens 29 hectare. Het is vanavond al even genoemd, maar inderdaad even in herinnering roepen. De gemeente heeft ooit deze grond aangekocht om daar een industriegebied te plannen, de Watering geheten. En ik kan u vertellen dat mijn fractie dat destijds zeer nadrukkelijk poging heeft ondernomen om dat tegen te houden. En uiteindelijk is het ook gelukt. Ten eerste omdat het niet nodig was en ten tweede omdat dit het landschappelijk karakter zou aantasten. Een industrieterrein op dat gebied, dat zou inderdaad veel hoger zijn dan de hoogte van het zonnepark zoals dat nu voorzien is. Het is daarna overigens nog heel lang als landbouwgrond in gebruik geweest. Overigens heeft dat de gemeente wel een patiënt gekost, kan ik u vertellen. Nu staan we voor een enorme maatschappelijke opgave om tot de energietransitie te komen. Dit gebied in gemeentelijk eigendom biedt volgens ons juist de uitgelezen mogelijkheid met zo min mogelijk overlast. Op afstand van het dorp, met de geringe hoogte, zeker in relatie tot de ooit geplande industrie, of misschien wel initiatieven voor windmolens en met inpassing in de landschappelijke omgeving, want er is geluisterd naar bezwaren. Volgens mij zijn er ook op verschillende momenten aanpassingen gepleegd om daaraan te voldoen. Door hier zonnepark te laten realiseren dragen we op lokaal niveau bij aan de energietransitie en kunnen inwoners ook deelnemen, want ook dat staat in de stukken. Mijn fractie gaat in ieder geval akkoord. Ik begrijp de emotie, maar mijn fractie gaat akkoord. Dank u wel. Wie van de fractie? Er mag natuurlijk op elkaar gereageerd worden. Meneer Bonkers, VVD. De vorige keer in december hebben we het ook al besproken. Toen heeft de VVD aangegeven van wij willen een zekerheid kunnen bieden voor Stemming Smoel dat er niet meer zonnepanelen komen. En dat er gebieden veranderd moeten worden. Daar was de rest van de raad wou er niet in meegaan. Voor ons is dit een bespreekpunt voor in de raad. Akkoord. En kunt u enige duiding geven waarom u het dan wil bespreken? Omdat er zoveel mensen een zienswijze in hebben gestuurd. En dat ze een petitie van zoveel mensen is geweest, vinden we het wel van belang dat dat netjes naar wordt geluisterd. Dat er zoveel mensen een initiatief hebben genomen om hier te zijn en het zo belang vinden. Vinden we in de verbinding met de inwoners wel van belang dat het in de raad besproken wordt. Dank u wel. Ook even voor het publiek. We hebben vanavond commissievergaderingen. Er vallen nu geen definitieve besluiten. Dat zal pas bij de raadsvergadering zijn, ik meen volgende week. De fractie van de VVD vraagt nu om het daar op de agenda te zetten als bespreekpunt. Daarvoor hebben we in ieder geval twee fracties nodig. Maar goed, ik maak gewoon even het rondje af. En dan zullen we zien wat daaruit komt. Meneer Hoedemaker, D66. De emoties van de inwoners van Stemming Smoel zijn erg goed te begrijpen. Tegelijkertijd zien we hier wel een park wat op een nette manier landschappelijk wordt ingepast.
Er is een duidelijke visie wat er gaat gebeuren. Tegelijk weten we ook, we hebben een maatschappelijke opgave te doen, te realiseren. Wat ons betreft is het namenstuk. Dank u wel. Meneer Heling, CDA. Ja, het is lastig, zo niet onmogelijk, om in de gemeente Coevorden een geschikte plek voor een zonneakker te vinden, zonder dat een deel van de inwoners hier bezwaren tegen heeft. Het is daarom ook goed dat gewogen moet worden tussen de plussen en de minnen van zo'n plan. Onze fractie moet een afweging maken tussen het plaatselijk belang en het algemeen belang. Eerder hebben wij dat ook gedaan bij het vaststellen van de beleidsregel voor zonneparken. Daarbij hebben wij de motie mede ingediend om het grote zoekgebied bij Steenwijksmoer terug te dringen. Dit plan valt binnen de nieuwe omlijning van het zoekgebied. Een zoekgebied dat ver genoeg af ligt van de bebouwing van Steenwijksmoer. Zo is onze mening. Wij vinden dat het plaatselijk belang in deze zaak dan ook niet boven het algemeen belang kan staan. Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente Coevorden een opgave in de energietransitie waaraan moet worden voldaan. We hadden liever gezien dat de systematiek van een zonneladder succesvoller zou zijn. Het blijkt in de praktijk echter onmogelijk om op tijd zoveel daken van panelen te voorzien. Dan wel binnen een stedelijke omgeving een grondgebonden plekken te bedekken. In een eerder stadium is het zoekgebied voor zonneparken, zoals gezegd, al behoorlijk verkleind en onlangs heeft de initiatiefnemer aangegeven dat zij het van belang vindt dat de omgeving mee kan profiteren van de zonnevelden. Wat ons betreft liggen hier kansen. Ondanks dat we de sentimenten in Steenwijksmoer begrijpen en dat we respect hebben voor de vasthoudendheid waarmee de belangen van Steenwijksmoer worden behartigd, vindt de CDA-fractie dat deze locatie, die overigens zoals al genoemd is, was voorzien als industrieterrein, uitstekend geschikt is voor het realiseren van een zonnepark. Zo wordt ook een aansluitend zonnegebied zonder verrommeling door onderbrekingen gecreëerd. We hopen en verwachten dat na definitieve besluitvorming plaatselijk belang snel met de initiatiefnemer om de tafel gaat zitten om te kijken wat de laatstgenoemde kan betekenen voor de inwoners van Steenwijksmoer. Wellicht kan de portefeuillehouder ook beide partijen hiertoe oproepen. Wij stemmen dus in met het raadsvoorstel. Dank u wel. U vindt nog geen medestanders, VVD. Maar dat kan nog komen. We hebben nog drie partijen te gaan. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Meneer Ten Berge, BBC. Dank u wel. Ja, ik mis denk ik een klein beetje in de ronde, want we mogen toch normaal ook nog vragen stellen aan de wethouder. De vragenronde was net. Iedereen kon aan iedereen vragen stellen. Maar als dat te snel is gegaan, dan hebt u nu alsnog de gelegenheid. Oké, dan ga ik wel samenvatten. Ik vind het naar de inwoners van Steenwijksmoer in het kader van verbindend besturen het niet goed als wij dat nu even als hamerstuk gaan bestempelen en niet in de raad bespreekbaar maken. Ik vind dat er dan toch nog wel een aantal vragen zijn en ik wil er wel een paar noemen. Ik denk, wat de wethouder zei, van ik denk dat er geen dat de initiatiefnemer geen concessies gaat doen. Dat ik denk, dat vind ik een beetje wazig. Ja, in de stukken van vandaag, daar zie je dat als er nou eens geprobeerd was om het tegemoetkomingen van Prensen eerst eens met plaatselijk belang te kort te sluiten, zou er dan misschien een andere mening zijn? Is dat voor u een overweging geweest? En welke initiatieven ziet u nog voor zich om partijen te verbinden? Daar ben ik toch echt erg nieuwsgierig naar. Ik geef de gelegenheid aan de wethouder om nog op deze vragen te reageren. Ja, voorzitter, laat ik dan wat duidelijker zijn. Volgens mij het gesprek wat al eerder genoemd is, dat heeft plaatsgevonden. Daar is met name ook het punt waar ik meen de heer Hoedemaker naar vroeg van ja, wat zijn nou specifiek die bezwaren? Volgens mij gaf u het aan waar bent u bang voor. Zijn die geïnventariseerd? Heeft de heer Prinsen gezegd van nou, daar kan ik voor een deel kan ik daar wat mee als het gaat om de inpassing. En u heeft in het stuk ook gezien, dat gaat om de wal die is aangelegd met wat beplanting om in ieder geval vanaf de dreef
het directe zicht op het zonnepark als je daar langs rijdt gewoon te verminderen, de CQ misschien helemaal weg te halen. Dat soort aanpassingen, dat heeft u vervolgens in de tekening gedaan. Die zijn voorgelegd aan plaatselijk belang. En dat was inderdaad, dat was geen onderhandeling. Maar daar is de reactie toen opgekomen van, nou ja, we hebben het nog een keer weer voorgelegd aan onze inwoners. En die, en dat is geen kwalificatie of een waardeoordeel, maar die hebben gewoon gezegd van nee, er is wat ons betreft geen ruimte voor. En op dat moment is dus ook gezegd van ja, maar dan ligt er gewoon een streep onder. Als die ruimte er niet is, dan kun je blijven praten wat je wilt, maar die ruimte is er gewoon niet. Dit was het. Dus op dat moment heeft de initiatiefnemer gezegd, nou, dan ga ik gewoon wel de aanpassingen die ik naar aanleiding van dat gesprek heb gedaan, die hou ik in stand. Maar voor de rest, ja, dan ga ik gewoon met dit plan ga ik verder. En ook tijdens dat gesprek, want daar is inderdaad ook wel naar gevraagd van, goh, zou je niet bijvoorbeeld dat hele eerste stuk, het stuk zeg maar richting Krimweg, zou je dat niet helemaal onbebouwd kunnen laten? Nou, daarvan heeft de initiatiefnemer toen ook al aangegeven van nee, dat stuk heb ik nodig om het rendement ook te gaan halen. Dus nee, dat ga ik niet doen. Ik wil wel hebben over inpassingspunten, maar ik ga niet dat hele stuk weghalen. Dus volgens mij is er reële ruimte nog? Nee, ik denk dat die er niet is. Is dat voldoende antwoord op uw vragen? Ja, we nemen het mee naar in onze beleving naar de raadsvergadering. Oké. U hebt een medestander, VVD, om het volgende week te bespreken in de raadsvergadering. Wilt u er verder nog iets over zeggen of zal ik het rijtje afmaken? De heer Mulder, PvdA. Ja, ik wil graag daar nog even op terugkomen. We hebben dit punt uitgebreid in onze fractie besproken. En we hebben ook eerdere keren hier aan deze tafel dit onderwerp ter tafel gehad. Zoals ook net collega Heling aangaf in het kader van de beleidsregel zonneparken. Daar hebben wij als gemeenteraad ook een keuze in gemaakt. En we hebben wel met een motie het zoekgebied verkleind. Maar we hebben dat toen wel vastgelegd. En met deze aanvraag blijven wij binnen deze beleidsregel. Dus ik vind ook dat wij hier recht moeten doen aan keuzes die wij eerder hebben gemaakt. En dat er nu wat mij betreft geen aanleiding is om die keuze te wijzigen. Ik snap wel de bezwaren die hier in de omgeving leven. Daarom wil ik toch ook vragen aan de portefeuillehouder om zich in te spannen met de initiatiefnemer om het park zo goed mogelijk in te passen. Maar wat ons betreft mag dit doorgaan. Dank u wel. Resteert nog de heer Bouwers, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een moeilijke kwestie, maar ja, het is ook al door menigeen gezegd. Het is al diverse malen aan de orde geweest. En in die tijd ja, waren er voor ons geen bezwaren. Ja, en de parken die worden in overleg met de initiatiefnemer keurig weggewerkt. Of weggewerkt, maar in ieder geval zoveel mogelijk. Hij zal daar zijn best voor doen en hij wordt daar ook aan gehouden. Dus wat dat betreft is dat probleem ook opgelost. Ik begrijp ook wel dat er wat weerstand is misschien, maar ik denk als, ja, als je ziet, ik zie ook eens van die hele grote velden in Duitsland, die veel groter zijn nog, en ook bij dorpen. Ja, dat wordt ook weggewerkt, keurig weggewerkt. Dus, we hebben er altijd achter gestaan. En wij blijven er op dit moment ook achter staan. De post die van de week nog is gekomen, die willen we graag deze week nog even gebruiken om dat goed nog even door te lezen. En wel graag tot de raadsvergadering dat daar nog een keer aan de orde komt. Oké, dank u wel. Ik hoor drie partijen zeggen dat het volgende week in de raadsvergadering een bespreekpunt wordt. En die hebben aangegeven waarom. Dus het zal volgende week naar de agenda van de raadsvergadering gaan. Iemand van de commissieleden die er nog wat over wil zeggen, anders geef ik het woord aan de portefeuillehouder en daarna krijgen de insprekers nog de kans. De heer Huizing. Volgens mij twee punten, voorzitter, want
Als we het er volgende week toch over gaan hebben, dan hoeft dat niet allemaal besproken. U gaf in uw inleiding nog aan de nagezonde stukken en daar moeten we geen gewoonte van maken. Nou, volgens mij waren dat meer stukken die zijn opgezet, omdat een van uw raadsleden, volgens mij was de heer Ten Berge, nog een vraag heeft gesteld van hoe zit het nou precies met de verschillen tussen het concept en wat uiteindelijk is geworden. Nou, daarvan is gedacht en volgens mij was dat de logische vorm. Laten we dat dan even met iedereen delen, maar dat... Prima. Hoeft verder niet. Mijn excuses daarvoor. Ik zie alleen maar stukken binnenkomen die na gepubliceerd worden. Dus vandaar mijn opmerking. Maar misschien was die wat te voorwaardig. Ik ken de achtergrond. Ik zat niet te vissen naar excuses, voorzitter. Okay. Maar in de tweede plaats, er werd nog een oproep gedaan. Ik weet niet meer door welke fractie dat was. Volgens mij wat meerdere fracties. Zorg nou voor dat er alsnog een gesprek plaatsvindt. En dan vooral om het erover te gaan hebben van wat... kan Steenwijk Smoer, en wat mij betreft overigens niet alleen Steenwijk Smoer, want we hebben het nu steeds over Steenwijk Smoer, maar een wijk als Ballast ligt veel en veel dichterbij dit park dan Steenwijk Smoer. Wat kan de omgeving hebben aan dit zonnepark? En de uitnodiging voor dat overleg die ligt er. En begrijpelijk heeft Steenwijk Smoer gezegd van ja, wacht even. We willen eerst even afwachten hoe de raad erin staat. Maar dan nemen wij de beslissing of wij op die uitnodiging ingaan. Ja, neemt plaatselijk belang Steenwijk Smoer die beslissing. U bedoelt met wij, nemen zij de beslissing. Ja, nee, helder. Duidelijk. Insprekers, mevrouw Wilpsa, mag ik u het woord geven voor nog een korte reactie? Goed, op dit moment is het dan dus zo dat er geen verklaring van geen bedenking wordt afgegeven nu, op dit moment. Het is nog voor een aantal fracties dus Dat is sowieso niet de bedoeling dat vanavond zou gebeuren. Nee? Vanavond is zeg maar de voorbespreking van de raadsvergadering. Het kan zo zijn dat het als hamerstuk doorgaat. Nou, dan kunt u... Ja, er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Maar dan is het de week later, is het vaak een klap met de hamer die hier normaal ligt. En dan is het klaar. Okay, of iemand moet dan nog iets stevigs ervan vinden. Als het doorgaat als bespreekpunt, dan wordt het volgende week, komt het aan de orde. Dan krijgen de verschillende partijen de gelegenheid om een oordeel erover te geven. Waar nodig nog vragen te stellen aan de portefeuillehouder. En uiteindelijk volgt dan wel de definitieve klap. Dus vanavond zou dat nooit gebeuren. Dat gebeurt sowieso volgende week. En de vraag waarop, die is nu duidelijk. Het wordt een bespreekpunt volgende week. Dus dan kunnen de fracties daar nog wat van vinden. Goed, nou ja, jammer dat ondanks al onze inspanning en weerstand, dat er geen moeite wordt genomen om de lasten gelijkelijk over de gemeente te verdelen. Maar goed, we hebben onze hoop nog gevestigd op VVD en BBC. Dank jullie wel dat jullie het in ieder geval nog in beraad nemen en als bespreekpunt meenemen. Dank jullie wel. Dank u wel. Dan wil ik dit bespreekpunt, dit agendapunt, nu beëindigen. Voordat we overgaan naar het agendapunt, zegt is dat agendapunt 15. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken het vaststellen van bestemmingsplan buitengebied Koevorden. Daar vindt een tafelwisseling plaats. En ik zal in ieder geval het raadsvoorstel even voorlezen. Het voorgestelde besluit luidt onder punt 1. Het bestemmingsplan buitengebied Koevorden natuurbegraafplaats Meppen met de identificatiecode en dan volgt er een heel rijtje cijfers met een paar letters ertussen. Ongewijzigd vast te stellen. En 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de wet ruimtelijke ordening vast te stellen. En wij hebben hiervoor een inspreker, de heer Spulman. De heer Bert Spulman. En die nodig ik uit om achter een van beide microfoons te gaan staan. Het knopje in te drukken. Dan gaat er een rood lampje op de microfoon branden. En dan hebt u de gelegenheid om uw inspraak te doen. Misschien goed om even te vertellen wie u bent en namens wie of voor wie u hier staat. Maar dat zult u ongetwijfeld in uw tekst hebben staan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een A4'tje, dus ik ga het niet heel lang maken. Mijn naam is Bert Spulman. Ik heb een landgoed boven in Drenthe en Eekst.
waar wij sinds 2012 een natuurbegraafplaats begonnen zijn. We waren erbij eigenlijk de tweede in Nederland die dat geïnitieerd heeft. Vanaf het eerste moment dat wij daar open gingen, zagen we best wel veel interesse. Maar ook uit mensen van het zuiden van Drenthe die zeiden van, dat is allemaal mooi, maar dat is eigenlijk wel een beetje ver van ons. Vanaf dat moment zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar een locatie wat meer in het zuiden van Drenthe, wat passend zou zijn. En daar ligt het voorstel voor de bestemmingsplanwijziging nu voor u. Eind 2016 hebben wij in principe een verzoek ingediend bij de gemeente. En die heeft vrij vlot eigenlijk in mei 2017 daar een positief antwoord op gegeven om de plannen verder uit te gaan werken. De afgelopen jaren hebben we vooral gebruikt om de plannen uit te werken met verschillende partijen te overleggen. Dit betreffende stuk landgoed was van de familie Nijhoving. De familie Nijhoving heeft in Meppen een goedlopend landbouwbedrijf, maar niet direct de focus op dat stuk bos / natuur wat aangrenzend was. En het idee was dat wij samen met de familie Nijhoving die natuurbegraafplaats daar zouden ontwikkelen. Tegelijkertijd hadden we ook de boer Marken van Meppen die aangesloten was, die daar ook met een stuk bos lag, die ook graag mee wilde doen. Helaas, door archeologische bescherming, is dat bos uiteindelijk buiten de bestemmingsplan gebleven. Helaas is Nijhoving 2 maanden geleden overleden op 63-jarige leeftijd aan een gevolg van kanker. Desalniettemin gaan wij gewoon verder met de plannen. Wij hebben in onze procedure hebben wij met de dorpsbelangen, de Lange Mopper hebben we samen gezeten. We hebben met de buren contact gehad, vrijwel iedereen is op bezoek geweest en heeft de plannen ingezien. We zijn dan ook heel erg blij dat er eigenlijk geen zienswijzes, eigenlijk zijn gewoon geen zienswijzes binnengekomen. We hebben eigenlijk alleen maar positieve reacties gekregen op ons initiatief. We hebben al een lijst met geïnteresseerden. We hebben ook een lijst met vrijwilligers die willen helpen bij de uitvoering. Dus wij zijn eigenlijk wel heel erg content. Als laatste wil ik nog even de ambtenaren complimenten geven in deze procedure van de gemeente Koevoorde. Ze zijn altijd wel heel zorgvuldig geweest, maar ook tegelijkertijd voortvarend. We hebben veel contact gehad met waterschap, met provincie en de gemeente zat ook altijd bij. En ze hebben altijd hoge kwaliteitseisen gehad, maar wel altijd een positieve grondhouding. Dat wou ik nog even benoemen. Als laatste heb ik hier staan de zin dat wij uitzien naar een positieve uitkomst van deze avond. Misschien is dat een beetje te ambitieus als ik deze de tribune zie, maar dan hou ik het bij dit onderwerp. Dat ik hoop dat we dit positief kunnen afronden. Dank u wel. Dank u wel. U mag aan tafel plaatsnemen. Want dan beginnen wij dit agendapunt natuurlijk met een vragenronde waarbij er vragen gesteld kunnen worden aan de portefeuillehouder, zowel door de aanwezige commissieleden als ook aan de inspreker en ook andersom. Dus ik wil graag de gelegenheid geven of er vragen zijn. De heer Bonkers, VVD. Ja. Ik had nog even een vraag over betrekking met de leesjes op de grafrechten daarop. Worden die daar ook geïnd? Want dat kon ik niet in het stukken terugvinden. Of is dat aan de initiatiefnemer? Heer Huizing. Het is een hele goede vraag. Ik zou het niet durven zeggen. Misschien kan de heer Spoelman daar een reactie op geven? Dat kan ik zeker. We hebben net zoals ieder andere begraafplaats bij een kerk dan wel bij een gemeente te maken met de wet op de lijkbezorging. Er zitten geen leesjes op grafrechten. Dank u wel. Verder nog vragen? Meneer Reling, CDA. Ja, het is meer een vraag uit nieuwsgierigheid. Doet u dit uit ideële overwegingen? De heer Spoelman. Ja, dat is een beetje lastig. Wij zijn wel uit ideële overwegingen begonnen. We hebben zeven grafheuvels uit de klokbekercultuur, dat is 5000 jaar geleden. We hebben hunebedden, 8000 jaar geleden. Dus wij zeggen die eeuwige grafrechten zijn altijd bij ons geweest. En toen wij begonnen zijn, toen heb ik Dela, Jarden en Monuta gebeld en gevraagd van, joh, wat denken jullie van dit idee voor natuurbegraven? Bestond toen niet in Nederland. In Engeland bestaat al 30 jaar. Toen zeiden ze van, joh, er zal wel eens een keer gek komen, maar verwacht er niet te veel van. Ondertussen heb ik daar nu wel 18 man aan het werk. En ik heb ondertussen in heel Nederland bijna 60 man aan het werk. Dus ik krijg die vraag, zit ik hier met een idealist of met een ondernemer? Ja, wij zijn als idealist begonnen, maar uiteindelijk is het wel een onderneming. Dank u wel. Meneer Ten Berge, BBC.
ook een vraag. Nou, ik heb geen vraag. Wij willen toch alle complimenten geven aan uw bijzonder goede initiatief. Ik vind dat het heel goed gecommuniceerd is en een aanwinst voor de gemeente. En dat juichen wij toe. En ook een koevorder naar Redes de Beek ligt op een dergelijke begraafplaats in Wederveen. Dank u wel. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Of toch nog wel? Meneer Hoedemaker? Ja, omdat de heer Ten Berg al doorging naar. Maar goed. Meneer Hoedemaker. Het mooie initiatief. Ik had een vraag aan de wethouder. U geeft aan, u stelt voor dat wij besluiten geen exploitatieplan vast te stellen. Wat is dat? Bijna technische vraag, maar de heer Huizing weet van wanten, dus die zal er ongetwijfeld kunnen. Ja, precies. Dat heeft vooral te maken met eventuele kosten die anderen op ons zouden kunnen gaan verhalen. En daar hebben we gewoon een overeenkomst mee gesloten en daarom is een exploitatieplan niet nodig. Verder nog vragen? Nou, zoiets had ik inderdaad al begrepen en ik vroeg me af van wat betekent dat als meneer Spelman, lijkt me een enorme fidele man, maar als de begraafplaats heel goed bezocht wordt en de zwarte hullenweg moet verbreed, vergroot, versterkt worden, want het is nu een zandpad. De heer Huizing, mogelijke consequenties van... grote dan moeten we helemaal teruggaan, want ik weet niet of het een weg is die op de wegenlegger staat of niet. En of het dus een openbare weg is. Als het een openbare weg is, dan zullen wij daarop kunnen worden aangesproken. Wellicht als dat niet het geval is, dan wordt dat sowieso wel een ander verhaal. En dan is de eigenaar vooral aan bod. De heer Spoelman is kenner van het gebied, dus die wil daar ook nog graag op reageren. Het is een zwarte hurenweg. Maar u zat in de buurt. Kijk, de ontsluiting op dit moment is via het betonnen pad. En dat gaat via Meppen. En daar zijn trouwens, de gemeente heeft ook aangeboden wij die weg overnemen. Dat hoef ik niet per se. Dan heb ik ook de lasten ervan. De routering nu is dat we niet over de zandpad gaan, maar via de verharde weg. Maar die verharde weg stopt na 30 meter. En daar is inderdaad ook waar het begin van de natuurbegraafplaats is. Dus verder komen de auto's ook niet. Oké, duidelijk. Dank u wel. Verder nog vragen? Ik zag hier links, nee. Wie wil er iets over zeggen van de commissieleden? U heeft voldoende gezegd, meneer Ten Berg. Ja. Meneer Mulder, PvdA. Ja, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Ten Berg. Ook mijn complimenten en ook u hier de vragen heeft beantwoord. En ik wil u graag succes wensen. Ja, altijd een beetje een wrange opmerking met zoiets. Maar u gaat natuurlijk wel voldoen aan een behoefte die er bij veel mensen is. Dus wat dat betreft, ja, is succes ook wel op zijn plaats. Meneer Bouwers, PPC. Dank u wel, voorzitter. Op zich is dit een mooi initiatief, een goed initiatief, ook in deze Zuid-Oosthoek. Dat wat dichter bij de mensen komt. Dat is goed. En wij wensen u ook veel succes in de toekomst. Dank u wel, meneer Bonkers. Ja, we maken het rondje af. Wij vinden het ook een heel mooi initiatief. Er zal voldoende vraag naar zijn en succes. Dank u wel. De linkerkant, meneer Stoker. Pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook wij zijn van mening dat het gewoon een prima initiatief is om tot een natuurbegraafplaats in dit gebied te komen. En ook wij denken dat dit zeker zal voorzien in de vraag ook vanuit Koevoorde. Ten meer omdat we weten dat er ook een aantal Koevoordenaren, waaronder ook oud-raadsleden, in Hillegmeer begraven liggen. En het zou heel fijn zijn geweest als het 10 jaar eerder had gekund. Dank u wel. D66 nog, meneer Hoedemaker. Ja, ik had meneer Spelman al gecomplimenteerd met zijn initiatief. Het is zeker een behoefte en gefeliciteerd. En de laatste in de rij, de heer Heling, CDA. Ja, mooi initiatief op een mooie plek. Ik wens u ook veel succes. Portefeuillehouder? Geen. Nee, meneer Spelman, wilt u nog iets zeggen? Nou, dank u wel. Ik kan niet alleen voor de ambtenaren, maar ook voor de hele raad, dan dank voor de ondersteuning. Dank u wel. Ook voor het inspreken en het beantwoorden van vragen. Ik heb maar de conclusie getrokken dat het door kan als hamerstuk naar de raadsvergadering.
Dank u wel. Goed, dan krijgen wij nu zowel... Wij gaan even weer herschikken, even weer een minuut of drie voor de wisselingen op de tafels. Dat is voor de griffie, denk ik. Inspraak. Inspraak. Is dat? Dit was van, ja. De inspraak. Die kan bij de raadstukken. Ja? Dat jij die krijgt. Ja. Dan wordt die gewoon op de slag. Verzoek, ook gezien het tijdstip, aan de commissieleden om weer snel plaats te nemen. Wij gaan weer verder met de commissievergadering. Verzoek u uw plaatsen in te nemen, de gordels vast te maken, want wij gaan in sneltreinvaart proberen toch nog wat agendapunten. Ik zou niet zeggen door te jagen, maar er zitten toch een paar punten bij waar zienswijzen bij opgesteld zijn. Die moeten ook worden ingediend bij de verschillende besturen. Dus ik wil ook vragen of de persvertegenwoordiger zijn plek weer wil innemen. Gordels vast. En we gaan door. Kijkend naar de agenda wil ik voorstellen om punt 16, agenda en de tijdstip, punt 16, de jaarrekening, van de agenda te halen en rechtstreeks te bespreken in de raad van volgende week. Eventuele beleidsmatige vragen kunnen dan gesteld worden. Daar vinden we dan wel een modus voor om dat op een goede en ordentelijke manier te doen. Dan voorzitter, punt 17, toch? 17, ja, het was van de jaarrekening, maar het is inderdaad punt 17. Excuses. Rechtstreeks naar de raad, dan proberen we nu de gemeenschappelijke 17, de jaarrekening. En dan de gelegenheid te geven om beleidsmatige vragen te stellen. Nee, vinden wij volgende niet. Week. We hebben een agenda en wat mij betreft maken we gewoon een agenda af. Oké. Dat mag u vinden, ja. Meneer Slob? Ik vind het een prima voorstel. U vindt het een prima voorstel. Het voorstel van de voorzitter om het jaarverslag rechtstreeks naar de raad te doen. Volgens mij waarbij prima. Er dan volop gelegenheid is om nog beleidsmatige vragen te stellen. Ja. Goed, ik ga het hier wel een keer in het seniorenconvent over hebben, denk ik gewoon. We hebben een agenda met heel veel punten. Dat was vooraf bekend. En nu in één keer moeten we daarvan afwijken. Terwijl we in andere maanden hebben we misschien één of twee punten. En dan denk ik van ja, dan moeten we misschien wat langer zitten. Ik bedoel, dit is de agenda voor vanavond. Ja, dat is ook zo, maar ik probeer de gevoelens even te peilen. Ik bedoel, het is slechts een voorstel. Het hoeft niet. Ik kijk ook naar het tijdstip. We hebben ook ergens iets, volgens mij in het verleden wel eens gezegd, zo rond 10:30 zou het toch ergens wel moeten eindigen, willen we nog onder de slagboom door kunnen, zeg maar. Dus ja, daar probeer ik ook enigszins rekening mee te houden. We kunnen kijken hoe ver we komen vanavond. En dan alsnog kijken wat mogelijk is. Als ik daar de enige in ben, ik bedoel, ik wil geen spelbreker zijn of zo, maar ik vind wel dat dit even gezegd moet worden. In ieder geval. Ja, nee, dat is uw goed recht. Ja, mevrouw mag ik er iets van vinden? U bent niet de enige, Margriet. Alleen gezien tijdstip en denk wel het belang van het jaarverslag, vind ik het geen recht doen om dat met het gevoel van de nachtwaking, om dat dan toch voor mijn gevoel door te drukken. Dus ik vind, in dat licht bezien vind ik het wel een goed voorstel om het volgende week gewoon alle rust en ruimte te geven. Mevrouw Driaas. Ik ben het met Margriet of mevrouw Vissering eens dat we dit wel eens een keer moeten gaan bespreken. Want het lijkt wel alsof de laatste twee vergaderingen van voor het reces altijd volledig tot een nok toe zijn volgestouwd. Waardoor we eigenlijk in dit soort spagaten komen. En aan de andere kant ben ik het ook wel met de heer Holtwies eens van ik vind het ook heel jammer om het nu af te gaan zitten raffelen. Dus het voorstel wat de voorzitter doet om het uiteindelijk zeg maar in de raadsvergadering te doen, vind ik ook prima. Laten we gewoon even kijken hoe ver we komen. En als het u te snel gaat of u zegt van ja, maar hier moet toch echt meer aandacht voor komen, geef dat dan aan. Dan kunnen we ook eventuele andere punten misschien wel doorschuiven de volgende week. Want dan zouden we er toch ook pas een slag op geven op de zienswijze. Dus die mogelijkheid is er ook. Goed, zullen we proberen met recht doen aan alle punten de zaken vervolgens te bespreken. Dat is dan agenda punt 8, voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken veiligheidsregio Drenthe, het jaarverslag en de jaarrekening
2018 en ontwerpbegroting 2020. Dat is een raadsvoorstel met daarin de besluitpunten om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en de voorgestelde zienswijze, die zit erbij van het college, wat wij daarvan vinden. Zijn er vragen? De heer Juffer, D66. Ja, bij de brief bij het jaarverslag en jaarrekening zie ik staan dat de extra kosten voor de vrijwilligheid en paraatheid met €250.000 zijn toegenomen. En in de ontwerpbegroting staat dat er 280.000 moet worden aangevuld, omdat dat de onttrekking is die nodig was voor die paraatheid. Wat is nou het juiste bedrag? Bijna technisch zou ik bijna zeggen, maar misschien dat de heer Bouwmeester... Kan u in ieder geval het antwoord nu niet geven. Dus dan in zoverre is hij wel technisch. Ja. Ja. Maar ik kan natuurlijk antwoord wel laten bezorgen. Ja, uitstekend. Gaan we dat doen? Verder nog vragen? Ja, de heer Dorgelo, PvdA. Wilt u de microfoon even aanzetten, dan kan iedereen mee luisteren. Dat ging ik even mis. Ik zie in het raadsvoorstel dat de VRD laat zien een moderne organisatie te zijn. En dat ze in haar planning en verantwoording transparant is. Dus ik was even benieuwd in hoeverre de gemeente ook is geïnformeerd en er afstemming heeft plaatsgevonden over de oplopende tekorten bij de VRD. De heer Bouwmeester. Ja, dit onderwerp is al wel wat langer onderwerp van gesprek, dit thema. Is ook aan de orde geweest bij de bijeenkomst die ook voor raadsleden zo bij tijd en wijle wordt gehouden. Of het voldoende is natuurlijk een puur individuele beoordeling. Maar er is grote bereidheid om dat op elk moment te actualiseren als die behoefte er bestaat. Het is een ontwikkeling, die wordt hier ook gememoreerd, die inderdaad trendmatig al langer zit aan te komen. En waarvan nu het voorstel wordt gedaan om toch maar een keer door de zuurappel heen te bijten. En structureel te werken aan een gezonde financiële situatie voor de uitdagingen van de toekomst. Dus nogmaals, of het voldoende is, dat laat ik maar even bij u. Er is in ieder geval geen verrassing nu op tafel, volgens mij. Dank u wel. Wie kan ik nog verder het woord geven voor vragen? Niemand. Wat gaan we met deze stukken doen? Wil iemand zijn mening erover geven? Of een voorstel doen voor verdere behandeling? Mevrouw Driehuis. Ik heb het al eens vaker gezegd. Volgens mij is de VRD heeft zijn zaken goed op orde. Kijken vooruit, anticiperen. Wat er ook al aangegeven werd, die oplopende tekorten, daar is over gesproken. Ik heb er verder geen op- en aanmerkingen op. Dus wat mij betreft mag het een hamerstuk zijn. En dat betekent dan impliciet dat u de zienswijze, zoals het college hem heeft opgesteld, conceptzienswijze, onderschrijft. Dank u wel. Mevrouw Vissering, VVD. Ja, wat ons betreft ook hamerstuk. Het is een heel duidelijk voorstel en alles goed gemotiveerd. Dus wat ons betreft hamerstuk voor de raadsvergadering. Kunnen andere partijen zich daarbij aansluiten of willen die er nog een opmerking over maken, meneer Dorgelo? Ik wil er toch nog wel even iets over zeggen. Als ik alle stukken doorlees, het zijn nogal wat lijvige stukken moet ik zeggen, dan zie ik ook echt wel dat de VRD bezig is om stappen te maken. En aan de andere kant bekruipt mij ook een gevoel dat ik denk van in hoeverre is de VRD echt kritisch op de eigen organisatie en kan men nog wat kritischer kijken naar hun eigen organisatie. En dat wil ik wel meegeven. Kijk, we zullen het ondersteunen, maar wel met opmerking van, ik denk dat het ook goed is als de VRD goed kijkt naar hun eigen organisatie. Ik noem maar even een voorbeeld. Ik zie bijvoorbeeld een loonstijging van de directeur in 2017 op 2018 van 5,5%. Dan denk ik van als ik een eigen bedrijf heb en ik zie dat de tekorten oplopen, dan is wel het laatste waar ik aan begin is een salarisstijging van een dergelijk volume. En dat is wat ik daarmee bedoel. Dat is een bepaald gevoel wat ik dan krijg. Dat ook vanuit daaruit wellicht nog wat kritisch gekeken kan worden naar een eigen organisatie. Vindt u het aanleiding om de zienswijze aan te passen? Of geeft u dit alleen maar mee aan onze vertegenwoordiger? Dit geef ik mee aan de vertegenwoordiger. Oké, dank u wel. Wie wil er verder nog iets over zeggen?
Ja, de heer Juffer, D66. Ja, ik ga ervan uit dat ik alsnog antwoord op mijn vragen krijg. En voor de rest, kan er allemaal gewoon mee door, hoor. Oké. Okay. Ja. Mevrouw Klein-Gerwijk, CDA. Ik ga mee met de heer Torgelo. Ik vind ook dat ze kritisch bij hun eigen bestedingen moeten kijken. Maar ook tevens wel dat de gemeente ook steeds de vrijwilligers moet blijven stimuleren. Want het is natuurlijk wel een belangrijk iets dat we veilig zijn. En verder ook een hamerstuk. Goed. Aangezien iedereen wat gezegd heeft, dan sluit ik me graag aan bij het PAK en de VVD. Wat mij betreft hamerstuk, met dank met de toelichting van de heer Dorgelo, een kritische noot. Goed, dank u wel. Wat dat hamerstuk, wil de portefeuillehouder misschien nog iets zeggen? Hij heeft nu de gelegenheid volgende week. Ja, precies. En toch om dat punt nog even wel goed om te melden dat vanaf de verplichte oprichting van de VRD het ook niet heel veel verbazing zal wekken dat juist op het punt van de beheersing van de eigen kosten natuurlijk heel veel aandacht is geweest de afgelopen jaren. Dus daar waar nu eigenlijk drentebreed wel de conclusie is om u een voorstel voor te leggen zoals het nu voor ligt, is ook ingegeven door de overtuiging dat deze citroen al zo uitgeknepen is dat er echt niet heel veel meer op aan te merken valt. En dat eerder inderdaad andere zorgen overheersen, dat continuïteit en kwaliteit onder druk komen te staan als we nu niet toch het perspectief ombuigen en zeggen we moeten toch een fatsoenlijke, op zijn taak toegeruste organisatie zien te creëren. Dus ik ben het natuurlijk eens met altijd alert. Daar zijn er collega's in Drenthe die er nog veel en raden in Drenthe die er nog veel en veel scherper op zijn. Ik kan u toch wel geruststellen dat naar de interne mogelijkheden om te kijken waar interne financiering kan worden gecreëerd, echt wel uitvoerig is gekeken. Dank u wel voor de toelichting. Hamerstuk volgende week. Wij gaan door naar agenda punt 9, voorstel van het college in zaken de jaarstukken gemeenschappelijke regeling EMCO Groep. Voorgesteld besluit kennis te nemen van de jaarrekening over 2018. En twee, kennis te nemen van de ontwerpbegroting voor 2020 en af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2020. Wie kan ik daarbij het woord geven? De heer Roedemaker, D66. Ja, in de afgelopen jaren gaven we altijd een zienswijze mee, met name gericht op het risicoprofiel bij de EMCO. En over het risicoprofiel is natuurlijk heel veel te zeggen, want we hebben iedere keer het idee dat de EMCO een enorm risico is met moties ten gevolge als gevolg daarvan in deze raad. En keer op keer valt het mee en is het tekort kleiner dan geprognosticeerd. Dus ik zou eigenlijk wel graag een zienswijze meegeven op dit vlak, om eens een keer duidelijk in beeld te krijgen van wat zijn de risico's die we nou lopen met de EMCO. Er is veel aan de hand natuurlijk in SW-land als het gaat om de uitstroom van SW'ers. Maar hoe is dat bij de EMCO anders dan elders in Nederland? Want daar waar SW-bedrijven soms bijna omvallen van de tekorten, zien we hier dat er steeds een overschot is op de inkomenssubsidie. Dus ik zit een beetje te zoeken naar hoe kunnen we de wethouder munitie mee, of in ieder geval backing meegeven om zich hier sterk voor te maken bij de EMCO. Want ik zie dit wel als een moeilijk ding. Ik vat het maar even op als vraag, de heer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het een buitengewoon goede vraag, maar ook een boeiende vraag. Want al een aantal jaren geven wij in het DB en het AB het signaal af dat de risicobeheersing nog beter in beeld gebracht zou moeten worden. Daar heb ik tot nu toe nog geen meerderheid voor gekregen. En ik zou het heel graag ook in de zienswijze toch nog een keer weer ook op u aandringen en met uw steun op willen nemen om toch die risicobeheersing in beeld te brengen. Trouwens, risico's en een overschot zijn niet dezelfde dingen. Want het EMCO loopt wel degelijk risico's en beheerst die tot nu toe goed.
Dat komt ook financieel tot uiting in hoe we met de financiën omgaan. Maar dat komt ook tot uiting in de werkwijze waarop de EMCO opereert binnen haar gebied. En in de samenwerking die EMCO heeft met Menzo. U weet de overheids-NV van de gemeente Emmen. Maar ook hoe zij opdrachten uitvoert voor andere gemeentes, zoals ook de gemeente Coevorden. Dus zij anticipeert enorm op met de middelen en mogelijkheden en de afnemend aantal WSW'ers. Want dat is natuurlijk het grootste risico. De aantal WSW'ers neemt af. Onze gebouwen blijven nog hetzelfde. Onze aantal medewerkers die begeleiding moeten geven aan een afnemend aantal WSW'ers blijven natuurlijk wel op de kosten drukken. Dat zijn een aantal risico's die we tot nu toe beheersen. Door de samenwerking, door een invulling als werkbedrijf die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt voorthelpt om weer aan het werk te komen om een zelfstandig bestaan te hebben. Wij zullen, ik zal ook persoonlijk dat in het bestuur toelichten, dat die behoefte er toch ligt om dit breder in beeld te brengen. En of dat nou bij de jaarrekening is of bij de begroting. Die plek is misschien wel wat minder belangrijk, maar dat we een lange termijnvisie hebben met waarin die risico's ook goed beschreven staan. En dat we daar grip op hebben. En grip hebben we, dat hebt u steeds gezien. Maar dat we dat ook op de lange termijn moeten behouden. Dus ik zal dat in de zienswijze opnemen. Ik constateer dat het raadsvoorstel het heeft over af te zien van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen. Dat betekent, denk ik, dat u moet voorstellen om het volgende week te behandelen op de raadsvergadering. En te amenderen en waar nodig ook ingrediënten te geven dan voor een zienswijze. Dankjewel voorzitter. Nou, wij hebben het daar in de werkgroepen verbonden partijen ook al uitgebreid over gehad. Ook inderdaad om de vragen bij u neer te leggen om u daar wat munitie voor mee te geven in het TB en het AB. Of een van de twee. Ik denk dat wij volgende week dan ook als werkgroep met een amendement zullen komen en misschien wel met een voorzet zienswijze. Ik denk dat zeker dat laatste ook de wethouder zal helpen om concreet met een voorstel te komen voor een zienswijze en dan stelt u dus beide voor om het te agenderen volgende week ten behoeve van een eventuele amendering. Is het nodig dat ik aan de rechterkant nog de meningen peil? Meneer Slob. Eens. En links en rechts van u ook? Check. Dank u wel. Gaan we dat doen? Gaan we het agenderen voor volgende week? En dan weten we ook wat er volgende week van ons wordt gevraagd. Dus ik ga ervan uit dat dat binnen een week wordt rondgemaakt. En dan hebben we agendapunt 10. Tenminste, ik neem aan dat er over 9 verder geen opmerkingen zijn. Nee. Agendapunt 10. Er vindt even weer een wisseling plaats. En dit betreft het raadsvoorstel Zwanenburg. Stichting de Zwanenburg Groot Onderhoud en Verduurzaming Drosthal. Zoals u weet heeft de stichting in beheer de Drosthal en het complex Zwanenburg, wat bestaat uit een zwembad en een sporthal. Er wordt een voorgesteld besluit gedaan door een investeringskrediet beschikbaar te stellen van 227.000 euro voor groot onderhoud, inclusief verduurzaming van de Drosthal, onder de voorwaarde dat de BOSA-subsidie wordt verstrekt, dat netcapaciteit wordt geleverd en dat SDE-subsidie wordt verstrekt. Tweede, voor dit project door Stichting Zwanenburg aangevraagde BOSA-subsidie van circa 45.000 euro in te zetten voor dit project. Drie, de bestemmingsreserve onderhoud sportcomplex de Zwanenburg voor 80.000 euro in te zetten voor dit project. Vier, de kapitaalslasten van in totaal 9800 over het resterende deel van de investering van 102.000 in te mindering te brengen op het exploitatiebijdrage aan de Zwanenburg. Vijf, het voordeel dat door deze investering ontstaat in de exploitatie van de Drosthal van 5200 euro jaar 1 oplopend naar 16.000 euro 3015 in jaar 16. Ten gunste te laten komen van de gemeente. En 6. De vijfde wijziging van de programmabegroting vast te stellen. De heer Holties, vragen. Ja, ik ga hem toch even opbouwen. Gezien de tijdstip heb ik alle tijd. Door de duidelijk verbeterde financiële positie van onze gemeente zijn de voorgenomen bezuinigingen op de binnensporten en daaraan gerelateerde sporthallen gelukkig omgeslagen naar een nieuw beleid. Dat onze sporthallen in een relatief korte termijn weer een kwaliteitsimpuls krijgen door groot onderhoud en verduurzaming.
Waar wij als fractie zeer content mee zijn met het voorstel, is de opmerking in het raadvoorstel dat een besluit om de financiële medewerking van de gemeente te kunnen verkrijgen duidelijk onder voorbehoud is van a. het beschikbaar stellen van de BOZA-subsidie, b. het beschikbaar stellen van de netcapaciteit en c. dat de SDE-subsidie daadwerkelijk wordt verleend. Met dat gegeven blijven wij als fractie uiteraard graag op de hoogte. Het raadsvoorstel wat voor ons ligt in zaken de Stichting de Zwanenburg met betrekking tot de Drostenhal roept bij onze fractie wel een aantal vragen op. Ik heb er vier. Ik weet niet of ik ze één voor één mag stellen. Doe maar één voor één. Oké. De Drostenhal wordt beheerd door de stichting, zoals al gememoreerd door de voorzitter, de Zwanenburg, maar is eigendom van de gemeente. Kan de portefeuillehouder inzicht geven in de regiorol rond de gunning dat van dit project? En ligt deze bij de Stichting de Zwanenburg of bij de gemeente? De aanbesteding, daar zijn de vragen over. De aanbesteding ligt bij de Zwanenburg. Dat is antwoord 1. 2. In het voorstel wordt gesproken over een aantal offertes. Kan de portefeuillehouder inzicht geven in deze uitgebrachte offertes en kunnen deze ook met de raad worden gedeeld? Wij vragen ons dat omdat we op basis van deze informatie onziens een objectief en afgewogen oordeel kunnen geven over de onderbouwing van het investeringskrediet. Heer Brink. Wij hebben niet de gewoonte om alle aanbestedingen te delen met de raad. Dat zou van u heel veel vragen en dat zou van de gemeente heel veel vragen. We hebben natuurlijk gekeken of die aanbesteding, want we hebben gewoon een hele goede relatie met Stichting de Zwanenburg, of dat degelijk gebeurd is. Dat hebben we gecontroleerd en dat is degelijk gebeurd. Dus ik zou u niet aanbevelen om dit soort trajecten via de gemeenteraad te laten lopen. Dat is het vertrouwen wat je hebt, dat is het vertrouwen wat je controleert en dat is de verantwoording die de Zwanenburg altijd met groot genoegen en met veel enthousiasme aflegt bij de gemeente. Dank u wel. Vraag 3. Scherp antwoord, lichtelijk geïrriteerd is mijn indruk, maar goed, het neemt niet weg, ik heb het volste vertrouwen. Maar in het verlengde van de aanbesteding is het niet ingegeven dat het gezien het grote onderhoud en de verduurzaming van alle sporthallen, wat natuurlijk in de gemeente op een relatief korte termijn op de agenda staat, om dat toch niet te spreken van een wat breder perspectief met een aanbesteding. Want er staat natuurlijk voor de komende jaren heel veel en de Zwanenburg is slechts de eerste aanzet tot. De heer Brink. Ja, dat klopt, maar vergeet u niet, de aanvraag voor de subsidie is aan tijd gelimiteerd. De ruimte op het net is gelimiteerd en de Zwanenburg heeft al die subsidies en de ruimte op het net precies voor de goede datums kunnen reserveren. En het is dus zaak dat we nu besluiten. Was dat niet het geval, dan ben ik het volledig met u eens. Dan hadden we, hadden we ook de andere sporthallen in beeld gebracht en wat daar nodig is. En niet alle sporthallen zijn op dezelfde tijd natuurlijk nodig en toe aan een renovatie van een dak, wat hier toevallig wel het geval is. En dan de vierde? Heel duidelijk. Dat was... Nee. Oh. Nou ja, min of meer al beantwoord in de tweede vraag. Althans, de vraag is eigenlijk dat er op voorhand door onze financiële afdeling getoetst of onderbouwing van dit raadvoorstel de toets der kritiek van de accountant kan doorstaan, maar gezien de reactie op vraag 2, denk ik het antwoord van de portefeuillehouder tweede, maar hij mag hem alsnog herhalen misschien. Wilt u nog even weer de vraag herhalen, want ik heb hem niet zo meegekregen. Dat er op voorhand door onze financiële afdeling getoetst is, om het simpele feit, we hebben geen offertes, we hebben geen inzicht, dus de portefeuillehouder gaf aan vertrouwen, maar ik zie geen onderbouwing, dus de opmerking in het begin, er zijn drie voorwaarden die moeten absoluut gelden, maar ik stel dus simpelweg de vraag, kan het de toets der kritiek doorstaan, omdat wij nu het vertrouwen moeten hebben? Heer Brink. Als dat niet het geval was, lag dit voorstel niet hier nu op de tafel. En het is natuurlijk ook zo, stel dat zo'n aanbesteding en de financiën en de subsidieaanvraag volledig uit de hand zou lopen of helemaal verkeerd zou gaan, ben ik ook de eerste die dat zal verantwoorden bij u. Dank u wel. Verder vragen, mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Een beetje aansluitend. Er blijft €163.000 over in de onderhoudsreserve voor beide complexen. Er komen nog wel jaarlijkse aanvullingen bij, maar is dat voldoende voor onderhoud ook aan het zwembad de komende jaren? Wordt daar een begroting of een indicatie voor gehanteerd? En dit om te voorkomen dat we in de toekomst wellicht worden verrast met een grote onkostenpost. De heer Brink. Op dit moment zijn we bezig om naar onze financiën voor zowel de sporthallen, maar ook voor het integraal huisvestingsplan en ons andere vastgoed te kijken of de
onderhoudsvoorzieningen nog voldoen. De onderhoudsvoorzieningen voorzien in ieder geval niet in verduurzaming. Dus voor verduurzaming zullen we ook, straks samen met mijn collega's hier naast me, voor alle vastgoed van de gemeente, zullen we moeten kijken hoe we die verduurzaming nog vorm kunnen geven. En bij de sport en de sporthallen hebben we steeds gekozen voor alles wat terugverdiend kan worden, kan ook geïnvesteerd worden. U weet ook dat bij sportverenigingen voorzien wij van leningen. Sportverenigingen opereren daar ook zelfstandig in. Om hun offertes enzovoort aan te vragen. Dat controleren we op degelijkheid. Maar verder is het de verantwoordelijkheid van de sportvereniging zelf. En dat gaat puur om, kunt u uw investering terugverdienen, dan wordt er een lening verstrekt. En met allerlei andere voorwaarden natuurlijk nog, die ook door het waarborgfonds getoetst worden. Maar als u zegt, zijn wij klaar om de verduurzaming van onze gebouwen allemaal vorm te geven, dan is dat nee. Komt daar nog een plan voor, dan is dat ja. Dank u wel, voldoende. Dank u wel. Verder nog vragen? Ja, de heer Oudeboon, VVD. Ja, vraag of een korte opmerking. Complimenten aan de initiatiefnemer in ieder geval. Ik vind dat ze voortvarend te werk zijn gegaan in deze. Ik heb al een paar dingen van de wethouder gehoord die hier op het lijstje had staan. Eén daarvan is in ieder geval begrijp ik dat de berekeningen door de gemeente zijn gecontroleerd. Dus de parameters die gebruikt zijn, onder andere de terugverdientijd en dergelijke, zijn gecontroleerd door de gemeente en akkoord bevonden. Klopt dat? Anders lag het voorstel hier niet eens op tafel. Dus. Ja. Duidelijk antwoord. Dank. Dank u wel. Verder nog vragen? Dan wil ik het in bespreking geven. Wie wil er iets over zeggen? De heer Stoker. Pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Opnieuw doet het bestuur van Stichting de Zwanenburg hier een heel concreet voorstel om tot de verduurzaming te komen van de sportaccommodatie. Wij vinden dat gewoon echt vinden dat in ieder geval de complimenten waard. Complimenten waarop het bestuur toch bezig is, nu voor de tweede keer zeg maar, met een verduurzamingsvoorstel te komen. Wat ons betreft is dit gewoon hamerstuk. Dank u wel. Verder. Ja, de heer Blanken. Ja, doet het nog. Dank u wel, voorzitter. Wij vinden dit ook een prachtig initiatief. Nou, de heer Stoker zei het al, niet de eerste keer dat iets voor ons ligt van deze stichting. Wat ons betreft beantwoordt het ook onze raadsopgave om de exploitatie te verlagen. Nou, verduurzaming die we willen. Daarna zijn een aantal onderzoeken gestart, wat ik dus al begreep dat die al geweest zijn. Ja, wat mij betreft een hamerstuk. Dank u wel. De heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad weer een mooi initiatief van de Zwanenburg, van de mensen daar. Goede zaak en het is een duidelijk stuk. En de wethouder heeft ook net aangegeven dat het goed of verder goed in elkaar zit. En wat ons betreft is dit een hamerstuk. Dank u wel. Andere fracties nog iets willen zeggen of hamerstuk? Hamerstuk. Ja, meneer Holtis, toch nog? Ja, wel een hamerstuk, maar wel met duidelijk de opmerking dat hen daar waar gesproken wordt over de voorbehoudende drie punten. Dat we daar graag wel op de hoogte blijven. Dat als blijkt dat een van de drie niet gehaald wordt en dan zal de portefeuillehouder zijn, dan gaat het niet door. Maar we blijven dan wel graag op de hoogte. Ja, ik geef sowieso straks nog de portefeuillehouder de gelegenheid om te reageren. Hamerstuk met nu de reactie van de portefeuillehouder. Ja, voorzitter. Dank aan de commissie voor het voorgestelde afhandelingsvoorstel. Ik zou graag de Stichting de Zwanenburg willen complimenteren dat zij niet alleen deze stukken en hun initiatief opgewerkt hebben, maar ook dat twee bestuursleden hier de hele avond op de tribune hebben gezeten in volle afwachting van de behandeling van dit plan. Mijn complimenten daarvoor, voor die doorzettingsvermogen op vele gebied. Dank u wel. Dank u wel. Wij gaan direct door naar agenda punt 11. Dat gaat om de jaarstukken van de GGD.
Ik laat het voorlezen van het voorgesteld besluit nu maar even achterwege vanwege de tijd. We hebben het allemaal kunnen lezen. Zijn hier vragen over? Geen vragen over? Ja, mevrouw Katerberg. Ja, toch even een inhaken op het stukje VTD. Binnen onze fractie kwam de vraag naar boven van kunnen we ook eens concreet krijgen hoeveel meldingen er daadwerkelijk vanuit de gemeente Coevorden worden gedaan bij VTD. Want er komen wel signalen vanuit het werkveld dat vooral in situaties waar het echt nodig is, te lang duurt voordat die signalen doorkomen vanuit VTD bij de hulpverlening. Dus, nou, is dat mogelijk? Heer Brink. Dat kan. Die zijn paraat. Die zijn paraat en ik hoor daarin ook een toezegging dat ze versterkt gaan worden. Dank u wel. Mevrouw Visser. Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Zeker. Niet alleen hoeveel meldingen, maar ook het aantal recidieven, dus of daar een uitsplitsing in kan komen. Heer Brink, nog een verzoek. Zal ik met u afspreken dat de informatie die beschikbaar is over meldingen, over recidieven, over opvolging, over wachtlijst, over nou, wat we maar bijhouden, dat ik dat naar u toe laat komen? Dank u wel. Mevrouw Katerberg nog met een vraag, CDA. Maak je nou van mijn bloemetje een bijtje? Ja, zullen we doen. Binnen de fractie waren we dit aan het bespreken en toen kwamen er wellicht out of the box gedachten naar boven, maar ik wil ze toch delen. Vragen die daarbij horen is, zijn wij kritisch genoeg op wat van de VTD verwacht wordt en de manier waarop daarmee omgegaan wordt? En wordt er ook nagedacht over alternatieven? Kunnen wij met onze goedlopende zorgstructuur binnen de gemeente, waar ik echt van overtuigd ben en dat we daar ook echt goede mensen in aan de slag hebben, wellicht taken van de VTD zelf en misschien wel beter of goedkoper uitvoeren? Een gedachtenspinsel wat misschien even te plotseling komt om daar op te reageren. Ik weet het niet, ik geef u het wel het woord. Het is een enorm interessant gedachtenspinsel. Waar het niet dat geen enkele gemeente in onze provincie zelfstandig die VTD uit kan voeren. Dat zouden we onmogelijk kunnen met alle bereikbaarheid, beschikbaarheid, deskundigheid om dat te kunnen organiseren. Dus de enige mogelijkheid tot nu toe, want ik heb een voorbehoud, is de GGD. En in de discussie die er nog ooit zal volgen, en u hebt hem ook vast ergens gelezen, over moet dit een basistaak worden van de GGD, zal dit ongetwijfeld te sprake komen. En ik hoop dat u ook in die discussie mee zult doen, want dat is best een interessante. Voldoende antwoord, dank u wel, wordt dus vervolgd. Verder nog vragen over de GGD? Voorstel voor behandeling? Ja, u wilt er mening over geven. Ja, natuurlijk. Ik nog even aanvullen, want anders was hij straks al bij de jaarrekening aan de orde gesteld. Maar we zien natuurlijk wel dat de VTD in de 4 jaar tijd van een 2,7 miljoen naar 4,5 miljoen gestegen is. En dat er voor volgend jaar zo'n 6,5 miljoen wordt gevraagd. In die zin is, en deels wordt het ook veroorzaakt dat de Rijksoverheid taken ook toebedeelt richting VTD. Nou, ik denk dat het wel van belang is om daar met elkaar het gesprek ook maar eens over te voeren. Want het is natuurlijk wel heel bijzonder dat het Rijk beslist en uiteindelijk wij wel als gemeentes die rekening betaald gaan krijgen, zonder dat we daar, althans zo kijk ik er tegenaan, wat weinig invloed op hebben. Dus in die zin wil ik daar toch wel even aansluiten, want wellicht moeten we het daar met elkaar er ook maar zo over hebben. Heer Brink. Dat is een hele goede opmerking van u. De GGD heeft bij schrijven van haar directeur de bezorgdheid overgebracht aan de minister over deze ontwikkeling. De regels en de protocolering die door het Rijk opgelegd wordt en bindend opgelegd wordt, die leidt tot een enorme uitbreiding van werkzaamheden. En het leidt ook tot de uitbreiding van het aantal meldingen, wat op zich een positieve ontwikkeling, tussen haakjes, hè, u ziet mijn beweging, zou zijn, opdat we dan ook meer kunnen identificeren en meer kunnen behandelen. En u had volgens mij, nee, dat was uw vraag volgens mij. Het betekent wel dat we via de VDG en via de VNG, onze vereniging,
druk uit moeten oefenen om ook boter bij de vis te leveren. Het kan niet zo zijn dat we nieuwe taken, nieuwe regels, nieuwe formaliteiten opgelegd krijgen, zonder dat we daar ook de financiële mogelijkheden bij krijgen. We hebben onlangs een VNG-congres gehad. We zien dat onze VNG steeds sterker staat in de discussie en in het gesprek met het ministerie en met de departementen om hun positie sterker neer te zetten als zijnde opdrachtnemer van taken die gedecentraliseerd worden. Maar het is een goed gesprek wat we echt met elkaar moeten voeren. Dat komt dan ergens wel weer naar boven of moet daar concreet iets over afgesproken worden? Wanneer zou dat dan komen? Ja, dat vraag ik mij ook even af, want ergens heb ik het gevoel dat het nu een beetje, ik bedoel, het is de kaderbrief 2020. Ik weet niet of dat het moment is om hier nu over te hebben of dat we een ander moment moeten benoemen, maar anders blijft dit natuurlijk een beetje hangen. Het ligt ook een beetje aan waar u denkt dat u het wilt bespreken. Wilt u het via de lijn van de GGD's bespreken? Wilt u het lijn van de VDG, dat is wel de gebruikelijke lijn naar de VNG toe, hè, in Drenthe? Of beide, wie zal het zeggen? Is daar een voorstel voor te doen? Ik denk het wel. Ik zou het persoonlijk wel goed vinden om dat op beide niveaus te doen. Zeker omdat het altijd lastig is om dit soort gegevens boven water te krijgen. En dus mijn voorstel zou zijn om dat via beide kanalen te doen. Meneer Hoedemaker? Nou ja, tegelijkertijd constateert de wethouder net van het is een strak geprotocoleerd iets, dat Veilig Thuis Drenthe. En daar kan je met de GGD eigenlijk geen gesprek over voeren, want ze hebben dat uit te voeren. Dus het is echt iets wat op VNG-niveau thuis hoort. Mevrouw Katerberg. Ik denk wel dat we dit soort dingen wel zoveel mogelijk moeten ventileren. Dat wij daarover denken en mee bezig zijn. Dus ik voel ook wel voor om dat zoveel mogelijk uit te dragen. Misschien is het een kortere klap om dit de werkgroep verbonden partijen mee te geven. Om daar een richting voor te gaan bepalen hoe dit aan de orde gesteld kan worden. Mevrouw Vissering? Ja, ik zat nog te denken misschien in de vorm van een themabijeenkomst waarbij we de partijen uit kunnen nodigen om in eerste instantie ook gewoon eens inzicht te krijgen hoe die procedures lopen en waarom die kosten steeds hoger worden. En ik denk dat dat al heel goed is om daar eens inzicht in te krijgen en wat de VNG daar ook in kan betekenen voor ons, maar ook landelijk. Is daar iets te organiseren waarbij het misschien een stukje voorbereiding bij de werkgroep ligt om een duidelijke invulling te krijgen van die avond? Wethouder, jij kijkt ook een beetje naar de werkgroep. Er is natuurlijk altijd iets te organiseren. Ja. In overleg met de werkgroep dan? De vorm zou u nog eens naar kunnen kijken. Of u dat met de gemeenteraden van onze vrienden van Emmen en Borgrodoorn doet. Daarmee maakt u het misschien wat sterker voor uzelf. Nou, zo zou u daar toch wel even als werkgroep eens even over kunnen denken van hoe gaan wij hier nu dit gesprek aan met elkaar. Mevrouw Drias? Als voorzitter van de werkgroep denk ik dat het goed is. In september hebben we, wordt mij net gesouffleerd van deze kant, dat wij gezamenlijk met in BOC-verband ook zeg maar bij elkaar komen. Voor de verbonden partijen. En ik denk dat het goed is om dat onderwerp dan mee te nemen hoe we dat gaan aanvliegen. Uitstekend. Ja. De heer Slomp. Nee, op dat punt prima. Ik wilde nog wel een aantal andere dingen inbrengen als dat mag. Dat kan. Gelukkig. Ons zorgpunt zit natuurlijk ook in de VTD en hebben uitvoerig bij stilgestaan in onze fractie. En mijn inbreng haakt denk ik heel erg aan op wat mevrouw Katerberg naar voren bracht. Eigenlijk als je die VTD nodig hebt, dan ben je eigenlijk te laat. Hè? Dan ben je maatschappelijk te laat, want dan is het kwaad al geschied. Dus wat ons betreft zouden we denk ik ook nog eens, en dat wil ik u gewoon meegeven als college, is goed na moeten denken van kunnen wij daar in preventieve zin nog meer doen. Geweld in de huiselijke sfeer is toch vaak
handelingsverlegenheid, sociale ellende enzovoort enzovoort enzovoort. Dus misschien kunnen we daar nog meer op focussen, waardoor we een stuk ellende voorkomen. En misschien kunnen we ook wel, en dan denk ik met name aan eerste lijns gezondheidszorg, aan onderwijs, het gesprek is aan van, je doet een melding, maar wat doe je ook zelf, gewoon als professional? Of wat doe je met je gevoel die je bij situaties hebt? Nou, dat soort gedachten gingen in onze fractie rond, zonder daar nou heel concreet direct handen en voeten. Maar het zit denk ik een beetje op de lijn van mevrouw Katerberg. Dus wij geven nu dat ook graag mee. Dank u wel. Verder nog opmerkingen over dit stuk te maken met een soort van afspraak voor een vervolg, dan eventueel in BOC-verband, september. Kan dit door als hamerstuk? Ja, goed, dank u wel. Dan hebben we agenda punt 12. De RUD met een aantal rapporten, begrotingen, jaarverslag. Zijn daar vragen over na de wisseling van de wacht? Meneer Kamps, BBC. Wilt u de microfoon? Sorry. Ja. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de presentatie van de stukken van de RUD heb ik een viertal vragen. Graag één voor één. Oké. Er wordt in de stukken gesproken over het herijken van de verenigingssystematiek door eigenaren. Wat heeft zo'n herverdeling van gelden voor consequenties voor de gemeente Koevoorde? Heer Huizing. Dat ligt er maar helemaal aan hoe wij uit die herijking naar voren komen. Waar vooral naar gekeken gaat worden, er zijn een aantal aannames gedaan bij de vaststelling van de bijdrage per gemeente. En we hebben in ieder geval geconstateerd dat dat ook voor onze gemeente niet altijd helemaal klopte. En dat heeft ermee te maken dat inrichtingenbestand aan verandering onderhevig is. Dus ja, er zal dan per gemeente weer op een rijtje moeten worden gezet van wat voor inrichtingenbestand heb je nu. En dan vervolgens wat voor bedrag rolt er dan uit. Dus ik durf dat nog niet te zeggen of dat een plus of een min gaat opleveren. Ik denk wel dat als we naar een actualisatie van dat bestand gaan en daar een bijdrage op gaan baseren, dan is het in ieder geval eerlijker. Vraag 2. Vraag 2. Denkt u dat de verruiming op de sanering van asbestdaken consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van de RUD? En zo ja, welke? Heer Huizing. Ja, de verruiming, de opgave is er niet minder om geworden in aantal daken wat vervangen moet worden. Alleen de tijd waarbinnen is wat ruimer geworden. Dus dat betekent dat de druk er misschien iets af is. Aan de andere kant, volgens mij de enige reden dat die verruiming er is gekomen, was al de constatering dat de gestelde datum gewoon niet haalbaar was. Dus ik denk dat de RUD er, ondanks de ruimte die er lijkt te zijn gekomen, nog steeds gewoon hier volop mee aan de slag moet. En we hebben in ieder geval ook al begrepen dat we wel het overleg tussen provincie, RUD en het ministerie gaan plaatsen. Van goh, hoe gaan we hier nou mee om? Omdat Drenthe op het gebied van aanpak van asbest ook een van de koploperprovincies was. En het zou een beetje jammer zijn als alles wat is opgebouwd daarmee als het opeens verloren gaat. Dus dat gesprek dat volgt nog. Dank u wel. Vraag 3. Nou, even aanvullend graag. Ik denk nu de druk wat van de kerel is, dat de mensen toch anders gaan denken. De mensen anders gaan denken. Ik zie de wethouder fronsen. Wat bedoelt u? Ja, precies, de mensen. Dat was mijn vraag. Wie bedoelt u precies? De RUD of de asbesthouders? Nee, ik denk de mensen die als de verwijdering van asbestdaken in overweging zouden nemen nu, dat die even een stop erop zetten. Ik ben bang dat u wel eens gelijk zou kunnen hebben dat hiermee de druk, of met het verdwijnen van die tijdsdruk door de datum die er hing en de verruiming daarvan, dat mensen denken, oh, dat komt nog wel. Dus dat we, als we
in die stand verder gaan, dat we vanzelf over een paar jaar weer in de situatie van nu terecht gaan komen. En gewoon dus een paar jaar niks gaan doen. En volgens mij moeten we dat met z'n allen juist gaan voorkomen. En zorgen dat die opgave die blijft, wat ik al zei, laten we ervoor zorgen dat we die opgave dan alsnog gaan realiseren binnen de nu iets ruimer gestelde termijn. Oké, maar dan kom ik toch bij mijn vraag. Dat moet consequenties hebben voor de bedrijfsvoering. Dat ligt er dus aan hoe, welke afspraken tussen Rijk en provincie en mede dus ook de RUD erover gemaakt worden. Waarover nog overleg plaatsvindt. Prima. Vraag 3. Wat vindt u van de berichten dat de gemeente Assen dreigt te bezuinigen op de bijdrage aan de RUD? En wat doet de gemeente Koevoorn hiermee? Nou ja, ik ga niet over wat andere gemeenten beslissen. Alleen als ik even terugdenk aan 2017, toen aan het licht kwam dat de RUD financieel in zwaar weer zat, was een van de redenen dat dat gebeurd is dat wij als gemeente een bezuinigingsopgave hadden neergelegd bij de RUD en die wij maar erop vertrouwd hebben, laat ik hem hand in eigen boezem steken, dat dat allemaal wel gerealiseerd zou kunnen worden en dat de RUD ook niet heel erg tegengas heeft gegeven. Dus ik denk dat het heel onverstandig zou zijn om met een organisatie die in een verbetertraject zit, ook aantoont dat ze in ieder geval duidelijker kunnen aangeven waar ze staan, om daar nou op te gaan bezuinigen. Volgens mij moet je juist zo'n organisatie de kans geven om gewoon weer goed gezond te worden. En zou je daarna kunnen gaan kijken van en kunnen we dan nog efficiëntie winst gaan pakken. Dank u wel. Ik zeg ook niet dat de gemeente Koevoorn moet bezuinigen, maar de gemeente Assen heeft die plannen. Ja. Vraag 4 inderdaad. Deelt u de mening van onze fractie dat Koevoorn richting de RUD te veel uitgaat van positieve aannames? En heeft u het idee dat de RUD nu meer grip heeft op hun bedrijfsvoering? En in het bijzonder op het hoge ziekteverzuim? Heer Huizing. Nee, ik denk niet dat wij te positief zijn. Volgens mij moet je kijken waar we vandaan komen. Dat is inderdaad in 2017. Ergens tweede helft 2017 kwam naar voren dat het financieel, dat de RUD niet in controle was. De doorlichting die vervolgens werd gedaan, kwam ook een beeld uit naar voren van een organisatie die eigenlijk op heel veel punten niet in controle was. Waar overigens wel veel deskundigheid zat en zit. En wat wij als Koevoorn hebben ervaren, ook in de kwaliteit van, van wat er bij ons gebeurt op milieugebied, dat is ook duidelijk verhoogd naar de RUD. Maar we hebben dus gezien dat die organisatie echt stappen moest gaan maken. En we zien ook dat die stappen, dat ze bezig zijn om die te zetten. En het eerste resultaat daarvan is dat ze beter kunnen aangeven op welke punt of hoe ze in controle zijn. En daaruit komt dan meteen ook duidelijk naar voren dat ze op sommige punten ook nog niet voldoende in controle zijn. We hebben ook gezegd, eerste focus moet liggen op de productie. Nou, daar zien we de stijgende lijn. Ook daar geldt, we zijn er nog niet. En ziekteverzuim, ja, een van de dingen die moest gebeuren, of moest gebeuren, die moet gebeuren, is dat er een cultuurverandering plaatsvindt. En wat daarin, of daarbij inherent is, is dat er dat ook gevolgen heeft voor mensen. En los van ziekteverzuim door de andere oorzaken, is dat echt werkgerelateerd ziekteverzuim, dat is volgens mij inherent eraan, daar moet je aandacht voor hebben. Maar dat betekent ook dat je misschien wel stappen moet gaan zetten. En misschien wel moet gaan zetten van ja, is het voor een medewerker nog wel gezond om van die medewerker te vragen om in deze situatie, om voor deze organisatie met alles wat er van hem gevraagd wordt te werken. Of moeten we gewoon niet de organisatie, maar zeker ook de medewerker gaan helpen om gewoon een betere plek voor zo iemand te gaan vinden. Dus ik denk dat dat soort trajecten plaatsvinden. En volgens mij zijn wij zeker niet te positief. Zien wij dat er echt nog een hele weg te gaan is. Maar zien wij in ieder geval wel, als je kijkt waar we zeg maar anderhalf jaar geleden stonden, waar we nu staan, dat de weg naar boven is ingeslagen. Dus volgens mij moeten we kritisch blijven. Die Engelsen die hebben zo'n mooie uitdrukking, never waste a good crisis. En ik denk dat het onze taak is om te laten zien dat die crisis die er geweest is, dat we de positieve gevolgen daarvan, dat we die ook straks over hopelijk niet al te lange tijd dat we die gaan zien en dat we daar gewoon dat kritisch moeten gaan volgen.
Maar volgens mij dan positief kritisch. Dank u wel. Nog aanvullende vragen? Ja, even een aanvulling. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben dat de RUD nog nodig heeft? Ja, u heeft het ontwikkelprogramma heeft u gezien. Dat geeft aan 2019-2020. Nou, dat is dan wel wat je ook in ieder geval nodig hebt voordat die organisatie echt helemaal staat. U heeft zelf ook een cultuurveranderingstraject, dat kan langer gaan duren. Maar ik denk dat we dan toch zo langzamerhand wel eens toe moeten naar een organisatie die weer gewoon functioneert zoals het moet. En waarbij, zoals bij iedere organisatie, best verbeteringen nog mogelijk zijn. Maar die wel weer aardig functioneert. Dank u wel. Verder nog vragen? Ja, de heer Heling, CDA. Ja. Ja, dank u voorzitter. We hadden onlangs een gesprek met een aantal vertegenwoordigers van de RUD, met de werkgroep GRIP. En daar kwam ter sprake dat een aantal gemeentes de stukken niet goed aanlevert en dat het veel menskracht kost. Overigens niet de gemeente Coevorden, ja, de zaak is uitstekend op orde. Worden andere gemeentes daarop aangesproken? Komt dat ter sprake binnen DB? Heer Huizing. Binnen het AB is in ieder geval waar ik u als gemeente Coevorden mag vertegenwoordigen. Daar benadruk ik in ieder geval altijd van, spreek ten eerste de organisatie erop aan, de betreffende gemeente. En als je niet verder komt, ja, laat dat dan ook de betreffende portefeuillehouder even weten. Want we hebben daar wel met z'n allen afgesproken dat als je vindt dat de organisatie stappen moet zetten, de organisatie RUD, ja, dan moet je zelf als gemeente, als opdrachtgevende gemeente, moet je er ook wel voor zorgen dat die organisatie die stappen kan zetten. Dus waar het niet goed verloopt, dan moet dat contact gewoon plaatsvinden en dan moeten we zorgen dat het wel op de goede manier wordt aangeleverd. En vaak blijkt ook dat het geen onwil is. Ik heb hem al eerder vandaag voorbij horen komen. Maar dat het misschien wel onkunde of onwetendheid is. En als je die weetheid niet goed aanlevert, ja, dan kun je dat ook nooit verbeteren. Dus dat gesprek, ook als Coevorden hebben wij, want bij ons was het ook niet allemaal in orde. Maar dat gesprek hebben we gehad. En dan weet je gewoon precies wat er voor nodig is. En dan kun je eraan voldoen. En ik heb bij alle gemeenten de intentie geproefd om dat ook te gaan doen. Dank u wel. Ja, aanvullend misschien? Ja, nou, ik heb dus wel, we hebben wel begrepen dat een aantal gemeenten daar wel een rekening voor krijgt voor verkeerd aangeleverde stukken. En ik heb niet begrepen dat het ook voor Coevorden gelden. Heer Huizing nog? Ik heb die beelden nog niet, maar ik kan me daar alles bij voorstellen dat als je ondanks herhalingen toch als organisatie hogere kosten moet maken als RUD-organisatie. Dat je ook eens een keer gaat kijken van ja, door jullie maken we extra kosten. Dan mag wel wat tegenover staan. Zo'n discussie zou ik in ieder geval niet uit de weg gaan of dat terecht is of niet. Dank u wel. Verder nog vragen. De heer Roedemaker, D66. Nou, wat Heling opbrengt is daarom heel relevant. Omdat het soms gaat om zaken die primair weer opnieuw onderzocht moeten worden, omdat die door de desbetreffende gemeente destijds nooit volledig zijn overgedragen. En vervolgens de capaciteit die daarvoor noodzakelijk is, die is dus niet beschikbaar voor andere gemeenten. Dus ik denk dat dat wel het gesprek is wat je niet alleen, wat de RUD niet alleen met één gemeente moet hebben, maar wat je ook in het AB moet hebben. Want daar waar waar één gemeente zijn zaken niet op orde heeft, komt dat bij een andere gemeente terecht in minder uitvoeringscapaciteit. Heer Huizing, antwoord bevestigend. Helder. Verder nog vragen over de RUD, de stukken van de RUD. Een voorstel voor behandeling. Hamerstuk. Oké, gaan we doen. Dank u wel. Dan kunnen we natuurlijk snel over 13... heen om naar 14 te gaan. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken vaststellen bestemmingsplan Ermdalerstraat 26 Molenweg. Wie heeft daar vragen over? Ja, de heer Holtis. Eigenlijk geen vraag, alleen wel een kritische opmerking. Nou, dan wil ik toch eerst graag de vraag. De kritische opmerking.
in het verleden iets gebouwd hebbende geen handhaving en daar nu in zekere zin een kleine beloning voor krijgen. Ik ben met een kwaliteitsimpuls, ben ik het helemaal eens. Goed plan. Alleen het begin was wat mij betreft niet hetgeen wat eigenlijk het draagvlak zou moeten zijn. Daar wil de wethouder die dit opvat als vraag toch nog even op reageren. Ik wou niet zeggen, volgens mij kan ik dit best als vraag opvatten. Volgens mij zijn we het daar volstrekt over eens dat dat natuurlijk niet de gang van zaken kan zijn. We hebben alleen geconstateerd dat wij in het verleden hiervoor al hebben gezegd van wij willen meewerken aan zo'n regeling. Ja, dan vind ik dat moet een betrouwbare overheid zijn. En nu concreet de vraag gesteld wordt voor die bestemmingswijziging, moet je ook zeggen van jullie hebben toen... met de toezegging vanuit de gemeente dat je als je mocht gaan slopen, dat je dan elders weer mag bouwen, dan moet je nu ook gestand doen. Dus vandaar, maar volgens mij zijn wij het volstrekt over eens dat dit niet de gang van zaken is. Dank u wel. Verder nog vragen over dit raadsvoorstel? Uw visie op dit raadsvoorstel? Hamerstuk. Dank u wel. Dan hebben we 15 natuurlijk ook al voorbij zien komen vanavond. En gaan we door naar 16, het recreatieschap. Daar vindt nog een wisseling plaats. Zijn er vragen over dit raadsvoorstel? Het raadsvoorstel wat het weer heeft over jaarstuk en kennisnemen van het jaarverslag 2018 en middels een zienswijze die is bijgesloten in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en rekening te houden met een gemeentelijke bijdrage van bijna 130.000 euro in 2020. Vragen, mevrouw Klein-Genuik. Ja, dankjewel, voorzitter. In het raadstuk staat veel geschreven over Potsendijk. En daar heb ik ook een vijftal vragen over. Kan ik gelijk beginnen? Ja hoor, ja. Zeker. Vraag 1. Mijn vraag is, waarom is Potsendijk in het bezit van het recreatieschap? Ja, dat is voldoende denk ik voor vragen gesteld om een antwoord te krijgen. Ja, ik weet niet of het heel specifiek op de jaarrekening betrekking heeft, maar dat is ooit in een heel grijs verleden is dat aangeschaft omdat eigenlijk niemand wilde hebben volgens mij. De gemeente Emmen er geen belang bij had. En toen is daar het recreatieschap ingestapt, te meer om daar ook een project te realiseren. En van het lawaaicentrum wat daar nu gevestigd is. Maar het verhaal is ook dat we er wel heel graag aan willen. Dat wil het recreatieschap heel graag af. Ik verwacht zo dat in een van de eerstvolgende vragen wel naar voren komt. Vraag 2. Ja, die vraag ga ik ook nog stellen. Maar voor welk bedrag is het dan in bezit gekomen in 1993? Als u het niet uitvindt, dan weet ik dat niet eigenlijk. Technische vragen ook bijna. Maar dat ligt vast wel ergens bij het recreatieschap vast. Het is zo dat... er inmiddels wel gekeken wordt of wij het kunnen verkopen aan de gebruikers, aan de huidige gebruikers. En dat zal dan simpelweg gebeuren zoals wij dat ook gewend zijn in gemeenteland. Daar moet een taxatie onder liggen. Dat zijn ook allemaal mijn vragen. Want dat is ook de vraag, wat is de waarde van de grond en... Hij doet het weer. Dat is ook, wat ik al zei, wat is de waarde nu van de grond? Maar u zei al, nu wordt het getaxeerd. En er staat natuurlijk ook niks van op de balans. En ook de vraag is, waarom willen jullie het nu wel verkopen dan? Nou ja, omdat de tijd daar nu in ieder geval rijp voor is. En dat zich ook de gebruikers gemeld hebben om daar in ieder geval naar te willen kijken. En dat was in het verleden niet zo. En dat wordt wel een klein beetje ingegeven ook door het feit dat daar op die locatie een windmolen gepland is. En dan kun je eens kijken of het nu een goed moment is, ook als recreatieschap, om tegen een goede prijs de grond van de hand te doen. Voldoende?
En mochten hier nog vragen uit resteren, dan staat natuurlijk altijd vrij om die schriftelijk te stellen. Bijvoorbeeld waarvoor is het aangekocht, technisch. Dan komt daar ongetwijfeld een antwoord op. Ik geef het ter overweging. Verder nog vragen over deze stukken? Geen? Voorstel voor behandeling? Hamerstuk? Hamerstuk. Goed. Dan zijn we toe aan agendapunt 17. Daar is die dan, het jaarverslag 2018. Maken we daar nog een begin mee? Ik geef het in uw midden. Het is 10:45 geweest. Schuiven we door naar de volgende keer of maken wij nu een begin mee? Voorzitter, ik doe het voorstel om deze vergadering te sluiten. We zijn vanmiddag om 5:00 begonnen en het is 11:30. Ik dacht dat het kwam. Dat is een voorstel. Als daar bij meerderheid over zo wordt besloten, dan gaan wij nu de vergadering beëindigen. Laten we toch dan nog wel even het verslag van de commissie van de vorige keer vaststellen. Dat is toch wel prettig om die in ieder geval afgewikkeld te hebben. En dan gaat de behandeling van de jaarrekening, inclusief het stellen van beleidsmatige vragen, over naar volgende week dinsdag. Dan sluit ik hierbij de vergadering. Dit is toch naar verwachting echt mijn laatste. Ik dank u voor voor de bijdrage aan mijn voorzitterschap. Maar u bent nog niet van mij af. Dank u wel thuis.